Ja, mij niet uit. Ja, wat, ik mag hem op zelf zetten, delen. Ja. Mijn telefoon staat uit, dus dat wordt een beetje moeilijk vraag. Goed zo. Het is wel goed dat hij uitstaat. Ja, ik ga hem ook uitzetten. Ik ben delen, dus dat kan niet. Nee. Daarom zeg ik van als je nu gedeelt, dan... Nee, ik ga hem uitzetten. Dat mag. Dat mag allemaal. Als ik een bindje laat, kan mensen het dan wel horen? Heb je een bindje gereden, bied? Ik weet niet, moet ik dit er dan daar allemaal uit gaan knippen of niet? Ja, het hoeft niet. Nee, dat dacht ik al. Oh, zijn we het opnemen ook? Ja, natuurlijk zijn we het opnemen. Het als we live zijn, zijn we het opnemen. Oh, we zijn ook live nu. Ik zie het al. Oké. Nou, knip dat er maar af dan. Ja, maar ja, in de livestream, dan, is, dan kunnen mensen... Live is live. Ja, zijn open zal ik hier. Als ik zijn wezen worden. Kijken, ja. Kijken, ja, tuurlijk. Wie van de drie? Ja, wie van de drie? Ik kan het gaan proberen om te checken. Dat kan. Als het goed is. Maar iedereen die gaat kijken, dat, we beginnen zo echt, denk ik. Toch? Ja, dat mag wel. Ja, nu toch. Dus. Ja, maar we zijn wel. Ik heb gezegd dat we een 7 uur live zouden gaan. Ja, maar ja. Dus uiteindelijk, jij pleegde die moord en toen. Ja. Ik denk dat het was. Nee, dat maakt allemaal niet uit. Oké. Ben je klaar met delen of nog niet? Ik ben, ja, je ziet er echt heel gefocust uit op de camera namelijk. Prachtige podcast voor je kiezen of delen. Juist. Dat is mooi. Zet dat er maar neer. Ik ben... Ja? Ja. Heel enthousiast. Dat merk ik. Dat is altijd leuk. Dat is altijd leuk, enthousiaste mensen bij Shark Talk. Shark Talk. Ja, zo weet het ding. Maar je moet niet daar neerleggen, want dan hoor ik dat... Het is een heel vervelend geluidje. Wat zei? Wat kun jij zien? Nee, je kunt hier toch gewoon meekijken. Ja, dat is veel makkelijker. Als jij hem gewoon gedeeld hebt, dan is het prima. We zitten zo hoog, ik zet hem op vliegtuigstand. Let's go. Dit zijn allemaal op de livestream. Nou, ja, ik denk, ja, dat ja. Ik denk dat dit is echt niveau. Nee, ja. Mensen blijven nou echt kijken. Ja. Everybody stream. Roel laat binnen nu en een paar seconden zijn tepel zien. Ja. Blijf Eén, kijken. Twee. Ook glitch. Ah, ja. Ja, dat, ja, het gaat heel snel. Ja. Gaat heel snel. Moet dat gewoon bij een bepaald aantal kijkers doen? Of is dat gewoon... is dat bij een bepaald aantal kijkers een belofte? Oh, dat is een mooie. Goed. Bij 50 kijkers. Nee. Bij 50 kijkers laat jij een tepel zien. Gewoon een willekeurige. Eén van de drie. Ja, precies. Ja. Dus. Maar we zijn hier vandaag voor. Nou, dat wordt wat. ja, dat zal wel mooi. Nee. Want Shark Talk nummer 9 gaat over Pinkpop. En daarom zijn we vandaag in Heerlen. Heel toepasselijk bij de afslag waar je naar de receptie gaat. Ja. Blijkbaar, want we zien allemaal een bordje. De mensen meekijken in de livestream, welkom. Degene die luistert naar de podcast, er is dus ook een videoversie van. Die kun je gewoon terugzien op youtube.com/mcshark. Of gedeeld op Zef, denk ik. Mm-hmm. Jawel, toch? Om 3 voor 12, of nee? Nee, niet 3 voor 12 en ook niet op de website van Pinkpop. Maar we doen dit gewoon uit onze plezier, omdat we gewoon Pinkpop een super tof festival vinden. Ja, dan moet je niet bij 3 voor 12 zijn, dat klopt. Is dat zo? Nou ja, ik bedoel, de recensies van de afgelopen jaren is wel echt heel tragisch. Als we dan meteen zomaar lekker gaan beginnen. Ja. Maar het is wel zo. Ik vind het echt... We gaan even terugscrollen. Nee, ik vind dat echt. En ik vind het ook echt jammer. En ik vind sowieso de popzoenistiek in Nederland, of het algemeen, nou niet echt heel erg sterk. Bij 3 voor 12 lees ik af en toe echt hele zure recensies als het om Pinkpop gaat. Dat vind ik wel eens jammer. Maar dit is ook niet 3 voor 12... Ja, je moet wel in... Je zegt Nederland, maar dat is 3 voor 12 zuurig, is het? Dat is eigenlijk een beetje de toon die het vaak een beetje heeft. En ik vond het de afgelopen jaar wel een beetje jammer. Ja, maar dat is al ik was er niet altijd mee eens. Nee, zeker niet. En nou echt. Overigens wil ik wel even een lans breken voor de Limburgse collega's van 3 voor 12. Ja. Want het zijn meestal de landelijke collega's van 3 voor 12 die Pinkpop presenteren. En die zijn inderdaad ontzettend zuur. Ja. De heer Atze de Vee. Ja, jij noemt namen. Zo. Ik ben heel netjes om dat niet te doen. Niet maar die heeft wel een hele leuke podcast. Dat is waar. Ja, die heeft echt een hele leuke podcast. Waar gaan we eigenlijk beginnen? Beginnen we met de historie? Beginnen we met dit jaar? Gaan we beginnen met... Laten we beginnen 2020. 2020. Dit jaar lijkt me wel aardig, toch? Ja. Om even van start te gaan, de programmering. Ik heb wel het idee dat er minder wordt gezeken over het programma. Normaal is het ieder jaar altijd wel weer iets aan te merken valt. Ja, die woensdagmiddag wanneer alles bekend wordt gemaakt, beginnen meteen op Twitter. Ja, precies. Ik vind het zo briljant dat ze nog steeds op woensdag in Paradiso die line-up bekend maken. Het is zo ontzettend ouderwets. Maar het past zo ontzettend mooi bij Pinkpop. En ik vind
dat is ja, deel van de traditie. Dat moet je ook gewoon lekker zo houden. Het heeft ook zijn charme. En daarna gaat heel twitterend Nederland, wat helemaal niet zoveel is natuurlijk, dat is maar een handjevol mensen uiteindelijk, gaat dan los. En mensen met een mening. En het is allemaal voor kinderen. En dat zijn dan vooral de oudere mensen die daar dan over klagen. Maar wij zijn allemaal ouder, toch? Ja, ja, dat zal. Maar ik vind het leuk om dat dan te lezen. Ik denk van ja, maar het is wel... Het is een popfestival en daar voldoet het nog steeds aan. Het is Pinkpop en wat je ook binnenhaalt. Het is populair, commercieel, soms wat alternatief. Maar het is met name gewoon hartstikke commercieel. En daar is niks mis mee, want daar is dat festival ook voor. En wat ik zelf heel erg leuk vind eigenlijk... Probeer in de microfoon te praten. Nee, maar echt gewoon voor de microfoon. Ja, top. Ja, sure, ja. Sorry hoor. Ja, maar niet uit. Ik vind het echt niet meer zo leuk. Het wordt toch matten straks. Ik vind het echt niet meer leuk. Ja, als we hier naar buiten kijken. Wat ik leuk vind aan die discussie over Pinkpop is dat het bij geen enkel festival zo'n grote discussies geeft als, ja. bij Pinkpop. Het is gewoon net zoals Nederland zelf al. Daar gaat iedereen zich tegenaan bemoeien. En dat is bij Pinkpop ook. Dus dat zegt wel iets over de status van het festival. En daar kunnen we allemaal iets van vinden. Maar dat is gewoon blijkbaar zo belangrijk dat er discussie over is ieder jaar. Mag ik daar even op inhaken? Ik was vorig jaar erg blij met Justin Bieber. En niet omdat ik het goed vond, ik vond het afschuwelijk. Maar ik vond het wel een interessante naam op een festival dat heel erg probeert om een breder publiek aan te spreken. Ja. En dat was met Justin Bieber zeker gelukt. Ja, maar vergis je niet. Pinkpop kijkt ook een beetje naar wat er gedraaid wordt op de radio en wat er in de hitlijsten staat. Als je naar de jaren 90 gaat, ja, er waren heel veel alternatieve bandjes grunge op Pinkpop. Omdat dat ook gewoon in de hitlijsten stond. Pearl Jam stond ook, werd ook gewoon veel gedraaid. Dat was ook... Eigenlijk mainstream, die muziek. Destijds was dat pop. Destijds was dat pop, ja. Inderdaad, populair. En ja, goed, die ontwikkeling die gaat maar door, godzijdank. En daarom dat sommige mensen het misschien een beetje gek vinden dat een Bruno Mars daar staat. Ik vind het volkomen logisch. Ja. Ik vind het ook echt, als er één festival is waar Bruno Mars thuis hoort, bijvoorbeeld, dan in is Nederland. Het Pinkpop. In Nederland. Ja, ja, in Nederland. Zeg, ja. Nee, dan is het Pinkpop en geen enkel ander festival. Nee, maar Nederland hebben natuurlijk ook niet hele grote festivals van dit kaliber. Je hebt Lowlands, dat toch weer vaak op de indie kant kiest en toch wat meer alternatieve sfeer probeert neer te zetten. En ja, Pinkpop is daar voor de populaire muziek. Ja, maar het is altijd trendvolgend geweest, nooit trendzettend. Ja. Pinkpop is nooit trendzettend geweest, altijd trendvolgend. Heeft Jan ook gezegd, dat is ook zijn uitgangspunt. Als je kijkt bijvoorbeeld naar zwarte muziek, dat is pas heel laat is dat op Pinkpop terechtgekomen. De reden weet ik, die ga ik hier niet vertellen. Maar die is niet fris. Zo werkt het wel. En Pinkpop is eigenlijk een best wel conservatief festival. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt, denk ik. Ja. Het is wel zo dat... Een aantal jaar geleden was er wel de tendens heel erg dat ik naar Lowlands ging en dat ik daar bands zag. En dat eigenlijk alles wat er uitsprong op Lowlands wel... daar kon je wel vergif op innemen dat dan het seizoen daarna Pinkpop stond. Ik weet niet of dat nu nog steeds zo is, want ik ben al heel lang niet meer op Lowlands geweest. Maar het is wel niet. Ik vind wel dat Pinkpop wat weinig risico's neemt. En als ik dan moet zeuren, ja, het is wel heel erg op safe. En dan vind ik eigenlijk van de andere kant alweer juist om één keer in deze podcast terug te komen op Justin Bieber, vond ik dat wel een risicokeuze. Omdat je van tevoren al weet dat er heel veel mensen over gaan zeuren. Maar ik mis wel een beetje dat van kom op. Ik zag afgelopen week een post van Marco Roelofs. Die trots terugkeek naar het moment dat hij met de Heideroosjes op Pinkpop stond eigenlijk. En refereerde naar een moment waarop Jan Smeets hem ergens zag spelen. En dacht, dit vind ik te gek. En ik ga ze gewoon een plekje aanbieden op dat festival. Ja, dat is eigenlijk anno 2018 niet meer echt denkbaar. Ja, dat kan ook gewoon niet. Het gebeurt gewoon niet meer. Nee. Frans, over punk gesproken. Je hebt over de Heideroosjes. Je zegt net ook trendvolgend. Maar zelfs soms trends overslaand. Want als je gaat kijken naar het eind jaren 70, dat in de punkgolf was, een festival 50 kilometer verderop, Jazz Bilzen, dat stond helemaal vol met punk-acts. En Pinkpop helemaal niet. Nee. Pinkpop programmeerde in 77, geloof ik, de Kings. Ik bedoel, ja, dat was alles behalve een punkband. Ja. Ja, dus ze hebben heel trends overgeslagen ook. Maar goed, als je kijkt naar Bilzen, wat die punks ook uiteindelijk hebben aangericht daar. Misschien dus maar beter ook. Dat is een koeien vermoord. Het was wel echt punk. Daar kun je niks van zeggen. Punk. Ja, nee, maar ik denk dat Jan ook zoiets had van, die moet ik niet hebben in mijn tuin, weet je wel. Ja. Dus hij wil daar gewoon het is ook een familiefestival. Ja, het wordt steeds truttiger naarmate de uren verstrijken hier, vrees ik. Maar het is we zijn wel 10 minuten bezig, Tim. Ja, het is wel echt een familiefestival. En iedereen kan daar naartoe. En... ja, kijk, het enige wat ik wel mis... Oké, als ik dan iets moet zeuren over Pinkpop, maar dan gaat het meer over de artiesten zelf... is er is geen spanning meer. De artiesten draaien hun show af. Ja. En of ze nou hier staan of in Leutjebroek, dat maakt geen fuck uit.
zoiets als Telhonius Monster bijvoorbeeld. Ik weet nog dat ik als 14-jarige, denk ik, echt aan de tv vastgelijmd zat toen ik dat optreden zag. Van, we gaan nu kijken naar Telhonius Monster, zei Mars Meens, want die presenteerde dan ook in een trui, echt waar. Die zei, en dat gaat niet goed aflopen. En daar zag je inderdaad de zanger Bob Forrest. Die zag je helemaal bezopen over het podium lopen en die haalde de ene stunt daar naar de ander. Ja. Semicone die wordt weggedragen. Al dat soort stunts, al dat soort gekkigheid. Het is een show afdraaien en een huis. Ja. En die spanning tussen publiek en artiest, dat mis ik wel heel erg. Ja, ja, en ik vind ook qua balans in het programma. Ze hebben de laatste jaren erg ingezet, eigenlijk sinds Springsteen in 2009, op de allergrootste namen die je kunt krijgen. Hè. We hebben McCartney gehad, we hebben de Stones gehad, we hebben Springsteen gehad. We hebben nu Bruno Mars, wat in zijn genre een van de grootste is. Ja. En ik vind vaak dat wat daaronder zit, qua acts, ook wel beduidend. Er zit wel een gat tussen, vind ik. Ik vond vroeger, en dan wordt een beetje opa verteld, maar ik vond vroeger het programma wat meer een evenwicht. Had je acts die wel echt groot waren, maar die nog niet in het stadion speelden, maar wel echt een goede festival act waren. En daaronder ook gewoon interessantere, artistiek interessantere acts. En nu is het gewoon een hele grote naam, met een heel lang voorprogramma op sommige dagen. Vind ik dat dit jaar nog wel meevallen, maar andere jaren heb ik dat wel zo ervaren, dat heel lang wachten was op die headliner of die subheadliner waar je naar uitkeek, in plaats van dat je naar interessante, kleinere bands ging kijken. Maar heeft dat niet ook gewoon te maken met het feit dat er minder aanbod is op zo'n festivaldag? Nee, maar zo zit de muziekindustrie denk ik in elkaar. Je hebt de big ones en je hebt heel lang niks. Heel lang niks. Dan heb je de clubs en dat tussensegment is gewoon wat lastiger. Ja. En om die nog eens een keer te boeken. Ik heb ook het vermoeden dat we heel vaak te maken hebben met pakketjes. Dus als we die boeken, dan krijgen we die erbij. En maar zonder dat is er geen festival meer. Nee, dat weet ik wel. Maar dat maakt wel dat de spanning ver te zoeken is. Dat je soms wel zoiets hebt van, ja, ik kan me nog herinneren, was dat jaar met Metallica volgens mij, of niet? Dat Rob Zombie ook midden op de dag. En Mastodon en zo. Ja, Mastodon 2 uur 's middags. Ik vind dat wel gaaf. Maar ik kan me voorstellen dat mensen daar wel moeite mee hebben. En het was wel heel doorzichtig. Weet je hebt altijd zo'n act erbij zitten waarvan je weet van ja, die mocht mee of zo. Hanson bij Coldplay. Is niemand die, ja, Hanson bij Coldplay. Ja, precies. Maar ook Rob Zombie bij Metallica. Ik denk van ja, die had hier anders niet gestaan als dat niet via dit. Maar ja, dat is natuurlijk het boeken. Zitten die dit jaar ertussen, vraag me af. Wie, Hanson? Nee. Hanson mag ieder jaar komen, toch? Misschien wel, weet je. Nee, ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ja, wel, er zitten sowieso bandjes tussen die nu op stage 4 staan. Die mee zijn gekomen met een grotere naam. Ja. Gewoon door die plek te geven. Ah, maar Stage 4 is wel ook echt wel een super interessant podium. Ja, ja. De meeste die ik heb opgeschreven voor vandaag te bespreken gaan over Stage 4. Mm. Puur vanwege het feit ook dat bijna talent is te noemen. Ja. Sommigen hebben misschien al 2-3 albums uit, maar zitten nog steeds in die fase. Mm. Tot ze misschien voor de eerste keer in Europa zijn of misschien net een ronde hebben gedaan. Dus ja, het is natuurlijk ook wel een beetje cherrypicken op dit moment. En ik kreeg al vanmiddag commentaar toen ik zei van we gaan deze podcast maken. En toen zei Antoinette al van ja, op het moment dat je nu op Pinkpop staat, heb je gewoon een keuze tussen twee bands. Want je bent of op podium, het hoofdpodium, en tegelijk speelt iemand op stage 4. Sta je op Noord en de Brightland stage. Maar dat is toch overal zo? Dat is altijd. Nee, want sommigen hebben gewoon 7-8 stages. En dan heb je gewoon meer keuze. Hier moet je een keuze maken tussen 1 of 2. Ja. Ja, dat is het andere punt wat ik ook weer zo gaaf vind aan Pinkpop. Is dat de veranderingsgezindheid is niet zo heel erg groot. En dat vind ik ook wel grappig. Kijk, ik blijf erbij. Het is een Limburgs festival, Pinkpop. Want wie uit de Randstad, bij wijze van spreken, zou naar een fucking draf en renbaan willen afreizen om daar 2 podia in de gaten te houden, terwijl er festivals zijn op Vlieland, in de bossen. Noem het allemaal maar op. Allemaal super gave locaties. Als ik over dat veld heen loop, ik hoor ook super veel Limburgs. Ja. Dus het is de grootste, coolste braderie ter wereld. Ja. Ja, nou, chargeer ik het, maar je snapt wat ik bedoel. Een Limburgs tuinfeest is het eigenlijk. Ja, zonder tuin wel, maar want ik vind het qua aan. Ja, ik vind het niet heel sfeervol. Het zijn gewoon. Ja, het is een draf en renbaan, dan kun je niks zoveel meer. Het zijn 3 podia, maar ik vind dat niet erg. Nee. Ik ga er toch al met heel veel jaren in, met heel veel plezier naartoe. Omdat het ons Pinkpop is, maar zo voelt het wel een beetje. Het is niet, Maar het is ook ons Pinkpop. Ja. Het is gewoon door de Limburgers, voor de Limburgers. Ja, alleen met heel veel internationale ex tegenwoordig. Ja. Voor diegenen die meekijken op de livestream, je ziet mij af en toe eens een keer wegstappen. Ja, en Roel probeert nu te zwaaien. Omdat daar een bar staat. Ja, daar staat een bar en ik moet daar af en toe heen. Ja. Nee, want ik probeer mee te kijken op de chat, dus ik zie ook af en toe vragen voorbij komen. Maar het is een beetje lastig. Zou om te mensen vragen stellen? Ja. Wat is de kleur van de tepel van Roel? Ja, maar dat is bij 50, dus dan moet je gewoon echt meer delen. En dan komt het misschien ooit een keer goed. Ja, maar er komt wel een interessante vraag voorbij, die ik eigenlijk zelf ook al had opgeschreven.
Op dit moment is het natuurlijk... Dat is een interessante vraag die ik zelf ook al had. Ja, maar ja, dat kan. In de blikjes. Ja, zeker. Zeker. Ik heb wel een beetje voorbereid. Kom op, het is wel mijn eigen podcast ook. Vanwege het feit dat de afgelopen dagen natuurlijk heel veel gepraat is geworden over volgend jaar al. Terwijl wij nu bezig zijn over dit jaar. Hoeveel dagen wordt het volgend jaar? En is dat überhaupt wel interessant? Want als er alleen maar grote namen te boeken zijn, moet je dan wel zeggen van oké, we doen er een vierde of een vijfde dag bij en weer zo'n hoop kleine bandjes erbij die je niet interessant vindt. Want ja, dat of juist wel. Ja, maar ja, voor een fan die daar gaat staan om 11 uur 's ochtends en die alleen maar voor die laatste act komt, is het moeilijk om de tussenliggende acts interessant te vinden. Daar nog 1 of 2 bands bij, wordt misschien moeilijker. Ja, ik denk... Er staan er nu 60, hè? 60 bands ongeveer. Wordt het interessanter bij 100 bands of niet? Voor mij persoonlijk niet, maar... Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van wie die gaat boeken voor die dag. En eerlijk gezegd, ik vind het heel gaaf dat je een dag langer wilt doen voor je jubileum. Dat snap ik ook best. En ik heb daar verder ook geen problemen mee. Waar ik wel benieuwd naar ben, is wie je gaat boeken. Want je hebt eigenlijk de grootste bands die nu nog toeren. Dus Stones, McCartney, Springsteen, U2. Coldplay. Ja, U2 die zou je nog moeten hebben. Dat zou de enige moeten zijn. En Neil Young natuurlijk, want ja, daar wachten we al jaren op. Ja. Wij niet, maar Jan vooral. En misschien komen dan die geruchten die Jan zelf de wereld in heeft geslingerd over de Police en over Dire Straits. Komen die misschien nog wel uit? Queen misschien ook een oorsprong. Ja, precies. Of Pink Floyd of zo. Maar wordt dat dan gewoon niet meer een Pink Pop Classic dan? Nou, ik denk dat hij dan op één dag enorme act boekt en dan een paar kleine eromheen en dan de rest normaal Pink Pop. Ik zou het niet doen. Waarom zou je het willen? Het heeft maar met die charme van 3 dagen. Want alle festivals moeten groter, groter, groter. En die willen steeds meer. Ik vind het zo grappig dat hij ook eerst met de vergunningen moet klooien hier naar een landgraaf. Ja. Het is Pinkpop. Ja. Dus echt heeft totaal geen... Ja, dus dat vind ik heel geestig. Maar ja, wat moet je dan boeken inderdaad? Laat gewoon lekker die 3 dagen lopen en pak iets heel moois. Kleur dat heel mooi in. Ja. En weet je... Investeer in die 3 dagen. En kijk niet terug. Iron Maiden zie ik. Kijk niet te veel terug. Ga gewoon lekker door, weet je. Ja, Rico zegt dat. Als ze alle dagen met Iron Maiden afsluiten, is het wel oké. Trouwens wel met Tim eens dat ik dan vind dat als je een vierde dag doet, moet het dan echt... Dan moet het wel een naam zijn. Moet een reden hebben. Dan moet echt een reden hebben dan. Mm. Want dan moet het echt super speciaal zijn. Dan moet het U2 zijn of zo, die speciaal daar... Nee, maar serieus, dan zou het U2 moeten zijn of Beyoncé of iets wat je echt in jaren niet kunt krijgen als act. En die je ook niet tussen het andere programma geduwd krijgt. Dat je zegt, nou, die geven een aparte dag. Maar die status ook verdienen of zo. Maar wij weten natuurlijk ook allemaal dat het niet gaat om wat Pinkpop wil, maar wat Mojo wil natuurlijk. Ja. Ja. Ja, het is natuurlijk ook wat zij inkopen in 2, 3 jaar van tevoren. En wat ze kwijt moeten. Maar Pinkpop is wel ook een beetje de love baby van Mojo de laatste jaren. Want dat was ook de reden waarom ze Springsteen hebben kunnen krijgen 2 keer. Dat is via Mojo gegaan. En dat, ja goed, dat zijn allerlei redenen aan de grondslag. Maar daar hebben ze ook wel bewust Pinkpop voor gekozen. Ik vraag me dat wel eens af. Want kijk, ik vertrouw Jan heel erg. Hè? Ik vind hem echt een waanzinnige held. Ja, dat is hij sowieso voor iedereen. Maar om even aan te geven. Ja. Op een gegeven moment, wat gebeurde er? Oh, dat was de Foo Fighters. Dus Dave Grohl, die breekt zijn been in Zweden. Mm. En dat wordt op Pinkpop, zou hij de dag daarna of 2 dagen later zou hij spelen. En Jan, die heeft toen gezegd tegen mij van... ik heb even geprobeerd om McCartney te bellen, maar die kon die dag niet. Anders was hij wel ingevallen. Maar zou dat echt zo gaan? Dat Jan dan, zeg maar... op zijn telefoon kijkt van McCartney. Oké, maar toch, weet je, dus ja, oké, we zeggen wel van Mojo boekt alles in, oké, maar Jan heeft hij nou helemaal geen invloed meer? Dat kan ik me haast niet voorstellen. Dat wil ik best een keer aan hem vragen. Hij is welkom in deze podcast, geen enkel probleem. Nee, maar echt van hoeveel, want ik weet dat hij vetorecht heeft, waarvan hij zegt dat heb ik nooit ingezet. Dat vind ik wel grappig, heb je vetorecht, doe je er niks mee. Maar dat is bij de VN toch ook. Ja, precies. Maar goed. We hebben ze, maar doen we niks mee. Right. Oké, dus vetorecht heeft hij. Maar de programmering, daar zegt hij zelf van. Daar ga ik niet meer zo over. Ja, maar het is natuurlijk ook voor de jongeren. Dus als hij daar alleen maar over zou kunnen beslissen en 60 bands moet gaan opnoemen, dan komt hij misschien helemaal niet meer. Nee. Dus het is ook alleen maar goed dat er meerdere mensen over gaan. Ja. En hij zal natuurlijk een visie hebben en natuurlijk altijd wel een wensenlijstje hebben waarvan hij zegt van ja, dat zou nog wel heel tof zijn als dat een keer kan komen. Kijk eens als dat binnen 3 jaar regelbaar is. Maar ja, je kunt natuurlijk niet ieder jaar met miljoenen blijven smijten en iedere keer de biebernamen laten overkomen, want het is gewoon onbetaalbaar geworden. Maar is het ook niet zo dat, even andere kant op geredeneerd, want ik begrijp wat Tim zegt, maar
Is het ook niet zo dat Mojo ook wel in heel veel gevallen, het zijn natuurlijk ontiegelijk commerciële honden, daar gaat het niet om, maar dat ze heel vaak meedenken met Pinkpop. Want toen dat 40-jarig jubileum kwam, toen kwam Springsteen in 2009, die had ook Goffelpark kunnen doen, die had Amsterdam Arena kunnen doen, die had Gelredome kunnen doen. Was zelfs logischer geweest. Was zelfs logischer geweest en Leo Ramagers heeft ervoor gezorgd in combinatie met de wetenschap. Het is 40 jaar Pinkpop, laten we die combi doen. Hij had Glastonbury een jaar ervoor gedaan, dat was goed bevallen. Dat was een beetje in diezelfde tijd. Dat was goed bevallen. Ja, laten we hem dan daar neerzetten. Dus ik denk dat ze ook wel vanuit die hoek wel proberen mee te denken van wat past goed bij Pinkpop. Want ze weten ook wel dat Jan dat heel graag heeft. Dat is zo'n grote naam. Maar ze kan betalen tenminste. Dat vind ik wel heel grappig. Ik vind dat als artiesten op elkaar bellen, dat is ook wel eens een keer van ja, je moet de Pinkpop spelen, dat is leuk. Ik kan me ook bijna niet voorstellen dat Springsteen tegen McCartney heeft gezegd van... Ja, het is geen soort zijn. Echt waar? Ja, ik vind, dat zou ik fantastisch vinden. Ze zijn elkaar vast een keer tegengekomen. Dat, ja, nee, dat kun je niet uitsluiten. Nee, dat sowieso. Nee. Want we spelen ook wel eens samen. Maar dan zouden gewoon die managements dat niet tegen elkaar zeggen. Ja, ik heb het niet voorstellen dat Bruce Paul belt zich van... Jij naartoe moet gaan, dat is een draf renbaan en landgraaf. Ja, echt in dat hotel, dat is te gek. Ja, dat is een gerucht wat je nog nooit van hebt gehoord. Ja, Landgrave. Ja, maar, dus, maar het is natuurlijk wel zo vanuit... Het is voor ons, hè, als Limburgers, super tof dat die namen überhaupt nog hierin komen. Want eigenlijk horen die alleen nog maar in de Randstad te staan met hun grote eigen concerten. Of een keer in Nijmegen op het Goffert natuurlijk. Dat het festival dit mogelijk maakt, zonder hun... En de historie geleden. En de historie, ja. Kom op man, als je kijkt wat er allemaal heeft gespeeld. Het is... Ja, dat is wel heel jammer. Ik was op zoek gegaan thuis naar een oud posterboek van mijn vader. Die heeft dat toen nog een keer gekocht. En dat was ook bij 20 jaar denk ik of zo, bij 10 jaar. En daar stonden de eerste 20 affiches in. En ik heb dat boek altijd wel heel erg gekoesterd. Dus ik heb het waarschijnlijk zo goed opgeborgen dat ik het niet meer kan terugvinden. Maar dat is te gek, want daar staan inderdaad echt namen op. En dan zie je dat het entreekaartje 5 gulden kostte of zo. En dan word je stil van. Dus echt, het festival heeft zich al lang bewezen hoor. Dat is echt wel, wel zo. Maar om even terug te komen net, hè, op of Jan daar inderdaad een vinger in de pap heeft nog. Ik vraag me wel, kijk, we weten dat hij, om maar even lokaal te houden, dat hij Nu of Nooit winnaar ieder jaar mag openen. Maar dat is te gek, maar we hebben wel, ik heb al heel lang de angst dat zo snel Jan Smeets niet meer betrokken is, om wat voor reden ook, dat dan ook de eerste beslissing zal zijn om daarmee te gaan stoppen. Ik hoop dat natuurlijk niet. Maar ik kan me voorstellen dat wel dateert uit de tijd dat Jan nog wel afspraken maakte. Dat is dat vetorecht. Jan heeft een paar dingen die natuurlijk heel jammer zijn. Dat is gewoon inderdaad. Dat is dat Limburgse. Mm. Hij wil die Limburgse act. Hij wil Limburgse media. Wil hij heel erg. Limburgs bier. Dat hij betrokken is bij bij Pinkpop. En als dat verdwijnt, ja, tenzij hij in iets heeft opgeschreven dat van dat moet of zo, dat het zo'n nalatenschap is, whatever. Maar dat zal het eerste zijn dat sneuvelt. Ja, denk ik. Maar wat blijft dan nog over van de Limburgse artiesten nog op Pinkpop? Want Nina heeft er net ook over. Buiten de Garden of Love hadden natuurlijk wel Aisha bijvoorbeeld nu ook dit jaar staat. Vorig jaar Lotte Walda. Blackbird. Ja, De nieuwe Nooit ben daar. Eigenlijk hoort die plek gewoon daar thuis. Ik bedoel, als jij een Limburgs festival bent en wilt uitstralen... Nee, vind niet de definitie dat je dan ook een Limburgs bent. Nee, maar één bandje moet je toch wel kunnen programmeren. Ja, ik bedoel, als we als Limburg geen band meer kunnen leveren. Nou, ik denk echt dat het een harde afspraak is. Want de afgelopen jaren hebben een aantal bands Nu of Nooit gewonnen die echt totaal, maar dan ook totaal niet zouden worden uitgenodigd op basis van hun muzikale stijl om op dat festival slechte te staan. Slechte verliezer ben jij ook, hè? Nee, helemaal niet. Nee. Nee, maar goed, er zijn natuurlijk heel stevige metal bands die daar gewoon hebben mogen openen. En dat is wel gaaf, maar dat is wel... Als het al afgeschaft had moeten worden, was het misschien al veel eerder gebeurd. Dus ik denk wel dat het een soort van... Het krijgt geen prominente plek meer zoals het nu heeft. Nee. Het zijn echt kleine lettertjes op zaterdag. Het is wel minder, hè? Het was vroeger de opener. En het is nu op de podium, Noordpodium. Ja, het was buiten, En het is nu al in een tent. Ja, en dan gaat het eigenlijk naar stage 4 toe. En dit is 40 minuten. Gaat naar stage 4? Nee. Maar zo op die manier. Maar dit is ook maar een half uur of zo. Het is een half uur. Op de vrijdag om 3 uur. Dus als iedereen een tentje aan het opzetten is, mogen zij spelen. En dat is wel super tof voor Walden, want je staat er wel. Je staat wel op die poster. Je staat wel op de poster met je helden. Natuurlijk. En dat is een eigenlijk zijn we allemaal heel jaloers. Daar gaat het even. Nee, maar dat is ik ook, niet, want ik ben geen muzikant. Dat is ook het mega toffe aan Nu of Nooit winnaar dat hij op Pinkpop mag staan. Want je kan ook zeggen, als Jan Smeets zei, luister, het is in Limburg. Ik wil minimaal altijd één Limburgse naam in de programmering. En dan kan hij kiezen uit de geëikte namen uit Limburg. Ja. He, dat kan hij doen, maar hij heeft een beurs gekozen voor mensen die totaal geen ervaring hebben op een groot festival te spelen. En die dan die ook allemaal gelijke kansen hebben en een wedstrijd kunnen deelnemen. En dan ook nog eens als ze winnen op Pinkpop mogen spelen. Dat is eigenlijk heel stoer. Moet je je voorstellen, en daar heb ik het wel eens over gehad met mensen ook vanuit SPL. Stel je voor dat die prijs op een dag wegvalt,
Waar doe je dan nog voor mee, hè, nee, als band, nee, hè? Als lokale band. Dat is wel de prijs. Je mag op een bevrijdingsfestival spelen. Hallo, ik moet wel een beetje... Even een beetje encounteren. Ja, en Mama Sprite mag je ook spelen. En ja, volgens mij nog een paar festivals. Even kijken dat Jan Smeets ook de Limburgse bands ook wel echt in het zonnetje heeft gezet. Hè? Hij heeft Janssen Bakker binnen op Pinkpop gezet? Zeker, 83. Toch? 83, ja. Ja. Rowanez niet vergeten. Dat was de landelijke doorbraak voor die jongens. Toen die daar in 92 even aan mijn hoofd of 91. De Wolf al heel vroeg. De Wolf al heel erg vroeg. Ja, en die hebben niet nieuw of nooit gewonnen. Nee. Nee, maar dat doen ze ook wel. Maar dus ik bedoel dat ook positief. Ja, manier, ja precies. Geen Reinders heeft God beter ooit een keer naar op Pinkpop gestaan. Ja, kan verkeerd. Nee, er zijn genoeg voorbeelden van te gekke acties die daar een kans hebben gekregen. Nee, maar ik bedoel ook... Maar nu tel ik er twee. Als ik even goed doorscroll, tel ik er nu twee. Walde en Blackbird. Dan drie, want Aisha nog. Aisha. Ja. Drie van de 60. Ja. Vind is dat... niet heel slecht. Nee, zeker niet. Niet eens. Maar wel na twee op de Gang of Love. Maakt het uit of niet? Nee. Je bent Aisha Sharif, je hebt kunstbenden gedaan. Je bent doorgeschoten naar met een band. En je staat gewoon op de poster van Pinkpop gewoon ineens. Het maakt me geen reden of je op de wc speelt of precies, dat je op het Noordpodium staat. Dat is gewoon te gek. Dat is echt, heeft ze echt verdiend. Ik vind het is een vraag, hè? Het is niet... maar ik merk toch dat je een beetje ruzie zoekt. De setting, ja, ik stap weer uit beeld, jongens. Het podium maakt mij ook niet zoveel uit. Ik bedoel, een paar jaar geleden speelden afterparties op stage voor. We hebben die DJ EK gehad, die het kunstbende gewonnen heeft. Maastricht heeft ook nog gedraaid. Ja. Genoeg. Ja, je moet een beetje de microfoon volgen. Het wordt een beetje moeilijk af en toe. Ja. Maar volgens mij heb ik niet ik ben heel veel een beetje bang meer. Voor Tim, ik durf niet naast me te staan. Zoveel autoriteit. Ja, maar ja, dat is ook goed. Dat is goed. Gewoon een beetje balans hier. Het is weer autoriteit. Nee? Oké. Okay. Ja, als jij dat zegt. En deze was van Nina. Oké, okay, nou ja, laten we eens gaan kijken naar die line-up van dit jaar dan verder. Ja, we zaten niet? Ja, want we zitten toch bij de Limburgse die hebben we gehad. Pak je hem er even bij, Sharif? Ja, nee, ja. We hebben hier... Draai die veldjes eens even om. In 1985. En dan komen ze, hoor. Ik kreeg de tomaten... Vanochtend is Tom bezig geweest met... Maar het publiek was er niet gezind. Duizenden tomaten vlogen naar het podium. Maar Doema speelde stug door, alsof er niets aan de hand was. Is dit alles? Vroegen ze zich nog af. Dus, ja, Sharif. Hou je een beetje een toon, joh? Ja, ik weet niet of het überhaupt nog mogelijk is, maar dat maakt niet uit. Want waar kijken jullie naar uit? Noem eens gewoon één band gewoon waarvan jullie zeggen van, ja, die wil ik gewoon per se gaan zien. Ja, dicht bij ons. Ja. Er zijn er meerdere. Noem eens gewoon één, want dan komen we daar bij de andere wel. Eén. Ik wil graag naar Brian Fallon. Want? Ik ben een grote Gaslight. Ja, in solo. Maar ik ben een grote Gaslight anthem fan. En ik heb er nooit solo aan het werk gezien. En ik zou dat heel graag. Ik ben heel erg benieuwd wat hij precies gaat doen. Ik ken de plaat wat hij al solo gemaakt heeft. Maar ik wil het gewoon graag luisteren. Want ik vond het altijd wel heel wispelturig met Gaslight Anthem. We zijn een paar keer op Pinkpop geweest. En de ene keer was het echt briljant. En de andere keer was het helemaal niks. Ja, wispeltura. Dus ik ben heel erg benieuwd. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. En ik bedoel. Als Pearl Jam op een festival staat, dan moet je ook dan moet je gewoon naar gaan kijken. Dat is gewoon te gek. Ik heb ze een keer gezien, dat is echt. Dat zijn er echt, al twee. Dan zei je één. Ja, dat wil je nog een derde? Kan ook nog een derde. Nou, oké, okay, dan kom maar met je derde. Daarna loop je Cradle of Fleet is trouwens een hele gave band. Daarna loop je die kant op en dan gewoon uit beeld, klaar. Ja. Tim. No Gallagher. Ik ben een Oasis liefhebber en ik heb alleen Noel nog nooit live gezien en ik vond het al. Waanzinnig cool dat Liam met zijn regenjas vorig jaar in de hitte stond. Met zijn pekken regenjas daar te stond te zingen. Ik vind dat geweldig. Ik vind het helden. En de nieuwe soloplaat van Noel vind ik fantastisch. Dus ik kijk heel erg uit naar dat concert. Maar je kunt je ook wel voorstellen dat de jongeren die nu naar het festival trekken geen idee hebben wie hij is. Nou, zou het? Ja, vrees het wel, hè? Ja, want als je het over pop hebt, is dat geen populaire muziek meer. Waag ik te betwijfelen als je nagaat dat hij bijvoorbeeld de HMA gewoon makkelijk uitverkoopt, volgens mij. In ieder geval wel vol krijgt. Duitsland grote zalen speelt. Ziggo ook gaat doen. Maar is dat het publiek van Pinkpop? Liam gaat zich ook doen. Oh, sorry. Ja, weet ik niet. Dat vind ik een goeie. Op welk podium staat hij? Hij staat op het Noordpodium. Okay. Laatste. Sluit af op de zondag. Wacht even. Noel Gallagher, zei je toch? Ja, jij kent het zelfs niet eens. Noel Gallagher. Ja, nee, ik kan sowieso namen heel moeilijk uitspreken. Maar dat is zaterdag om 8:30. Oh, is het zaterdag om 8:30? Ja. Oh.
Nou, just saying. Het is wel duidelijker op. Dan zien we dat. Ja, maar ik ben bijziend. Dus ja. Ze hangen hier en dan zie je niet echt goed. Nee, dat nee, maar, we hebben allemaal. Okay, nou ja, aan de andere kant. Nee, maar goed als je het zegt, dan stond ik daar weer. Ja, dat maakt niet uit. Oh, nee, toch niet. Ja. Nee. Ja, als je een dag eerder was geweest, dan stond je bij, hoe heet ze? De Offspring. De Offspring, oké. Okay. Ja, je zit dan wel een beetje rond diezelfde tijd slot te spelen. Ja, nee, maar ja, ik kijk er wel naar uit. De dag later is Oscar de Wolf. Oké. Okay. Wat ook niet heel vervelend is, denk ik. Ja, ik val erbij in slaap persoonlijk, maar dat is smaak. Maar ik vind met Noel Gallagher vind ik echt ja, lekker rock'n'roll, weet je wel. Dan hopen dat hij wat, dat doet hij ook wel, oude Oasis Classics speelt. Ja, ik hou er wel van. Ja, het is wel heel, ja, natuurlijk heel Brits en waarschijnlijk heel stoïcijns, maar ja, ik... Ja, maar dat is ook iets waar jij mee bent opgeroeid. Ja, precies. Dus dan is dat... Mijn stoïcijns... Ja, stoïcijns nare Britten, ja. Daar hou ik van. Ja. Ja. Nou, dan mag Roel nu, hè? Oh, ja. Ja, nou, alles is al gezegd. Okay. Pearl Jam natuurlijk, absoluut. Ja. Ik kijk uit naar... 2,5 uur, hè? Ja, is niet lang genoeg. De laatste keer dat ik ze zag was het 3,5 uur. En dat was ook te weinig. Dus, maar goed. Maar mogen ze uitlopen, Pinkpop? Is het 12 uur... Moet ik dat beslissen? Nee, weet ik echt niet. Is dat Pinkpop zo? Is op maandag, ja, niet op dinsdag. Ja, maak dat vuur uit. Goed insmeren, genoeg drinken. Ja. Ja, dat doe je thuis ook niet. Oh ja, ik ben je verhaal af. Ik heb een Hansie. Jezus. Ik heb het hier niet leuk. Het schandt hier een beetje. Ja, Perfect Circle kijk ik wel naar uit. Omdat de reacties op de plaat gemengd zijn. Maar omdat ik denk dat Maynard James Keenan dat altijd wel goed aanpakt. Pussifer was vorig jaar ook. Was vorig jaar of jaar daarvoor? Dat was fantastisch. Ook op klaarlichte dag was dat. En een tour is altijd vet. Ja, en ik wil toch even een potje breken voor... Nee, zeg je dan? Landsbreken. Een potje breken. Ja. Een potje betalen, hè? Ja, een potje betalen. Een podcastje breken, wil je dat? En ik wil... Jezus. Voor Bluff wel. En dat klinkt misschien heel goed. Ja, we gaan. Ja. Het was gezellig, Roel. Doei. Ik vind Pascal Jacobs zo'n goede tekstschrijver. Schijt eruit. Nee, man. De snijtafel, als we dan toch hier een podcast moeten pluggen. Ja, vind je Zoutenland ook goed? Ja, schitterend. Ja, dat is een goede. Ja, nee, Flowkill. Nee, ja, goed. Laat er ook een Nederlandstalige act staan. En dan heb je niet zoveel keuzes. Vorige keer was het Guus Meeuwis, ja. Nu is het Bluff. Ja, we krijgen daar Mark Zouten nog. Iedereen weet wie Guus Meeuwis. Ja, verder... wat hebben we nog? Eens even kijken. Miss Montreal. Nee. Oh ja, de Script, dat is de boyband waar ik altijd al wel in had willen zitten. Maar die heb ik ook een keer gezien, dus daar ben ik niet zo benieuwd naar. Stond er niet de vorige keer voor Robbie Williams? Ja. Dat zijn hier toch, of niet? Ja, dat is waar. Toen zag ik Robbie ook niet. Nee, dat wou ik net zeggen. Zo, jezus man, wat een gescripte grapjes. Dit is een beetje de voetbal inside van de Pinkpop het worden. Dit, ja. Wie is hier de editors? Nee? Oké, okay, nou ja, dat zijn wel degenen waar je dus echt naar uit zit te kijken dan. Nee. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen namelijk. Nee. Ja, weet je wat ik mis? Ik mis echt keiharde... ja, maar dat is een andere, maar ik heb het over Pinkpop. Ik mis keiharde metal of zoiets, of hard rock of zo. Dat is er gewoon niet. Hard rock muziek. Ja, nee, maar ik bedoel Max Cavalera of zo. Weet je wel, die. Of met iets anders. Of Slayer nog één keer. We zijn toch de laatste toeren doen. Laten we komen dan. Ik mis dat een beetje. Dan zeggen wel dat ze aan de laatste tour bezig zijn, maar die kan ook 4 jaar duren. Ja, niet iedereen doet dat zoals Kiss. Dat is ook waar. Nee, precies. Ja. Ja, maar een goede metalband. Maar dat heeft Jan ook altijd gezegd. En dat mis je ook ieder jaar. Dat vind ik ook zo grappig. Dan vragen ze aan Jan van hoe... Dat is ook al schitterend. Dan hebben ze een eindinterview met Jan. En dan zit hij in die stoel of zo. Ik vind dat prachtig. Dat 3FM eindinterview. En dan vertelt hij wat hij dan... Ja, er is weinig rockmuziek dit jaar. Godverdomme. Ja, je bent er zelf wel bij, Jan. Weet je. Dus hij vindt dat zelf ook. Dat er gewoon... Vooral voor de Duitsers. Want er komt een hoop Duits publiek zal erop afkomen. Nou, als je Guns N' Roses zou hebben geboekt. Wat gekund, hè? Wat gewoon gekund, denk ik. Ja. In de tourschema. Maar ja, van de andere kant valt me net in. Ik dacht echt, ik ben volgens mij vorig jaar of zo ben ik bij. Toen ging het ook niet door, maar toen stond ik bij Involt stond ik bij. En dat was Architects. En dat was is in het genre een heel grote band. En die trekken ook internationaal heel veel publiek. En toen was Jan daar. Toen dacht ik echt van, what the fuck doet Jan Smeets in de zaal bij Architects? Want het is niet dat je zegt, ook maar een beetje richting Neil Young. Dus ik denk, boah, die gaat die boeken. Eindelijk is een stevige metalband. Of Spoil Engine zie ik hier. Ja. Nee, maar ja, goed, dat gebeurt dan niet. Dat vind ik dan wel jammer. Vind ik wel gemist. Maar heeft dat ook niet gewoon te maken met het feit dat
en dan moet ik weer teruggrijpen naar Mojo. Mojo heel veel andere metal festivals tegenwoordig heeft, ja, waar ze die ook kunnen neerzetten. En dus niet meer op Pinkpop hoeft neer te zetten, zoals in het verleden is geweest. En als je het dan over grote metalnamen hebt, dan heb je er 4 of 5 en dan hou je er ook mee op. Want dan heb je Metallica. Ja, maar, die kun je niet ieder jaar boeken. Dat lukt gewoon niet. Nee, maar ja, wat heb je dan? Metallica, Iron Maiden, Slayer, Rammstein. Ja, maar daarna ga je allemaal meteen naar kleinere namen toe. Diegenen die niet die stadions verkopen. Ja, Black Sabbath had wel mooi... Metallica hebben we natuurlijk. Ja, maar Black Sabbath staat op Graspop, toch? Ja, oké. Dus dat is misschien weer te dichtbij en dat werken we niet. Je noemde net Guns N' Roses, maar Guns N' Roses gaat naar Graspop. En die krijgen daar een eigen dag. En dat zegt ook alles, want die willen... Want die willen, dat is geen metal band, maar die willen gewoon niet graag festivals doen. Die willen graag in hun eigen setting optreden. En dat is de oplossing van Graspop. Want in Nederland doen ze Goffertpark voor 2e jaar achter elkaar. Godverdomme. Precies. En ik heb bijvoorbeeld opgeschreven Queen of the Stone Age. Dat ging afgelopen week ook de rond in. Tot die wilde co-headline eigenlijk. Ja, dat had ik wel. En dat had in ieder geval nog een iets hardere band geweest. Niet het extreme opgezocht natuurlijk, want Architects of They Are Artist Murder, wat ook net prima had kunnen staan. Demi Borgir. Ja, maar met symfonie dan. Vorig jaar stonden dingen dat was wel heel gaaf op Wakker. Ja, vorig jaar stonden dingen er toch, weet je ook weer, met die schreeuw lelijk vrouw, weet je ook weer. Die Nederlandse band van uit Amsterdam of zo? Nee, weet je nou? In de tent. Die. Die ook leuk is op mute. Die. Ja, jij weet de Charmed Fury. Ja, die. Ja, maar die kan niet headlinen. Die kan ook niet op een groot podium staan. Ik hoef ook geen metal headliner. Nee, maar ja, in Nederland heb je For I Am King. Heb je dan de Charmed Fury, heb je dan The Royal als je een stuk kleiner alweer hebt. En dan inderdaad België is dan Spoil Engine. Ja, heel eerlijk gezegd, meer dan dat is er op dit moment gewoon niet. Nou ja, vuur. Ja, vuur. Dat is geen metal. Maar dat is geen metal. Dat is gewoon goede rockmuziek. Ja, Dool. Is dat metal? Dool. Dool. Maar kijk uit jouw mond eigenlijk wel bezig. Ik snap niet dat die er niet zijn, Dool. Ik snap het niet. Want die hebben een fantastisch jaar gehad. Die hebben overal gestaan. En die verdienen het ook gewoon. Ja. Om in die tent te staan. Die staan gewoon niet. Daar begrijp ik niks van. Nee. Was ook mijn gouden tip. Ja. Niks gewonnen. Nee. Nee, verder. Baptiste, kun je nagaan. We zijn pas een half uur bezig, hè? Of niet? Nee, we zijn iets langer bezig. Maar dat maakt niet uit. Het is allemaal prima. Ik heb altijd het gevoel dat ik langer bezig ben. Ja, dat dacht ik al. Wat je zegt. Nou ja, als we het dan net over Spoiler Engine hebben en zoveel Belgen hebben, dan maak even een bruggetje naar Triggerfinger. Ja. Oh ja. Wat wel echt heel tof is, toch? Waarom staan die daar? Dat lijkt me nou echt zo'n pakketje. Is totaal niet relevant, eigenlijk. Nee. Tenzij ze nog met iets nieuws uitkomen najaar. Dan moeten ze nu weer iets promo. Dat had ik ook bij Snow Patrol namelijk. Maar die Snow Patrol heeft een nieuwe Snow Patrol noemen we zo. Ja, Wildness, als het goed is. Want ik heb die opgeschreven op mijn lijstje. Ja. Want ik die plaat... Wildness? Ook nog wel een showtje wil geven. Oh, wie? Ik denk dat de zanger zelf ingecheckt is. Manowar. Nee, maar Snow Patrol heeft Wildness uitgebracht. 10 tracks. Echt super vette plaat. Wel heel rustig, heel melodisch. Het is een beetje misschien wat moeilijker op een festival te spelen, maar ze hebben natuurlijk hele goede classics. Ze hebben in 2009 was het een van de leukste, leukste afsluiters waar ik me kan herinneren van Pinkpop was Snow Patrol. Ja, 2009. Dus, ja, maar toen waren ze nog heel, heel groot. Maar dat was wel echt een hele goede show. Met die traan, dat meisje met de traan tijdens Run? Ja, met alles. Dat was, en ze waren ook heel erg blij mee dat ze daar stonden. Dat was wel een... Ja, want ze dachten dat ze in de tent zouden spelen. Dat is wel grappig. Ja. Want ik sprak later, ja, dat klinkt niet zo van ik sprak. Kom maar. Gary Lightbody, dat is de zanger. En die zei tegen mij... ik zie trouwens dat Gemmy Derksen gaat zaterdag pas weer sporten, want die is nu aan het werk. Maar volgens mij is dat jouw app en niet de livestream. Ja, oké. Laat nu ook iets zien. Dat vindt ze helemaal geweldig. Maar in ieder geval... Dat is mijn ma. Maar oké. Hij dacht echt van, we moeten in de tent spelen. Ze hadden niet verwacht dat ze als headline op dat grote podium zouden staan. Hadden dat toen al niet verwacht en hadden het nu ook niet verwacht, denk ik. Maar toch fijn dat ze er zijn. Ja, dat is een super sympathieke band. Ja, dat is waar. Dus zeg van die muziek, dat als je dan... Nee, ik ga het ook niet zeggen. Ja, dus. Maar die plaat is gewoon heel goed klaar. Ja. Zo simpel is het. Dus die staan er wel terecht. Maar nadat Triggerfinger inderdaad nog met iets nieuws gaat komen, dan is het misschien ook wel heel goed. Is die plaat van Triggerfinger, die is toch pas van najaar of zo? Ja, maar die is niet zo aangeslagen. Het Colossus, niemand heeft dat gehoord, tussen aanstekens. In Nederland. Tijdens te promoten in Nederland. Ja, maar ja, zo werkt het wel. Als jij een plaat maakt, heb je gewoon 1,5 jaar om die shit te promoten. En dan maakt niet zoveel uit als het nou op de eerste dag aanslaat in Nederland. Dat kan ook natuurlijk. Sorry? Misschien stonden er helemaal geen goede tunes op. Dat kan ook. Ik heb nog zo'n naam waarvan ik me afvroeg waarom. The Offspring.
sinds wanneer ik dacht dat Dexter Holland onder de grond lag inmiddels of zo. Ja, dat is wel lachen in die zin. Ja. Als die oude nummers spelen. Maar hij kan toch helemaal niet, helemaal geen zanger. Hij kan helemaal niet live zingen, die man. Nee. Maar die staat wel als co-headliner. Want die sluit dat is wel een grote naam. Ik vind het wel chic hoor. En ik bedoel, als hij de eerste twee platen doet, vind ik het goed. Maar het is ja, het is 2018, we moeten opspelen. Je hebt geen nieuwe platen. Ja, vorig jaar speelde Sum 41. Vorig jaar speelde Sum 41 ook. Ja, precies. Ja, daar zit wel in. Voor die oude punkers. Rancid heeft er ook gespeeld. Gelukkig niet Limp Bizkit. Ja, fantastisch. Ja. Limp Bizkit weer opnieuw. Fred Durst. Die show de vorige keer was echt niet om aan te zien. Nee, dat was echt heel slecht. De vorige keer Limp Bizkit op Noord. Ja, dat is niks. Het was middags, rond uur 4-5. En dat was, het was niet te doen. Echt niet. Ja, het was gewoon slecht. Limp Bizkit. Ja. De teller loopt. Bij 50 laten we een tepel zien, hè? Ja. Dat ik 50 woordgrappen en we zitten al op 48. Ja, ja. Oh. Nina moet zich nu thuis verschonen. Die liggen onder de bank van lachen. Die vindt dat niet leuk. Ja, maar ja, dat is... De Cooks, vroeg me ook af waarom. Nieuwe plaat, ja. nieuwe singeltje. Erg leuk, No Pressure, ja, te gek. Is dat en heel zomers Engelse dan? Bandjes, jongens. Ben ik zo blij mee dat dat weer een beetje... Maar is dat dan heel zomers, de Cooks? Ja, zeker hartstikke zomers. Nou, dan staan ze vrolijk, dingetje. Maar die scoren ook geen hits meer of zo. Hè? Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet. Ja, maar wie scoort er wel hits? Want als je gaat kijken naar... Bruno Mars, die scoort best wel wat hits. Ja, maar dat zijn de drie grote die er nu op staan. Pearl Jam, Foo Fighters en Bruno. Ja, die scoren sowieso de hits. Dus eigenlijk Bruno Mars eigenlijk... De grootste is. Nee, maar de verrassing is. Want ja, leukste als Bruno Mars... En Foo Fighters wisten we al en Pearl Jam wisten we al dat een keer ging komen weer. Dus het is niet... Dus de verrassing zit hem in... ja... Ik bedoel, Pearl Jam en ga eens terug. Ja. Pearl Jam en Foo Fighters zijn van Venus en Bruno is van Mars. Oh, shit. Ja. Daar heb je lang over gedacht, of niet? Ik moest ook even terug. Ja, dat dacht ik al. Ja. Ja. Wat een leuke grap hè, van Dave Grohl trouwens, vandaag. Met het vallen. Ja, ik vond het was wel heel slecht uitgevoerd. Het had wel iets netter mogen uitgevoerd worden. Ik zag het alweer gebeuren. Voor de vallen 2-3, max. Ja, en voor het idee vond ik het een 7. Maar... Wat vinden we van Bruno Mars? Want dat is wel ook, dat was wel een discussiepuntje. Waarom is dat een discussiepunt? Ja, waren, hij is gewoon niet heel bij goed. Mij, maar als we het over dat kleine selecte groepje Twitteraars hebben, die ieder jaar zeggen te zeiken over Pinkpop, en die eigenlijk ook liefst willen dat Sepultura komt, ja, dan was dat wel een dingetje. Er is ook een protest opgestart. Ja, op een gegeven moment hebben ze, toen ze dat hebben ze een Bruno, waarom heb je dat opgestart? Hebben ze een Bruno Mars georganiseerd. Een stille Bruno Mars. Ja, stille Bruno Mars. Vooral stille Bruno Mars. Ja. We zijn bezig met het maken van een journalistieke podcast. Die gaat over popmuziek en over het festival Pinkpop. Sharik, jij probeert maar te redden hoor. Ik zie dat er wel een idee ontstaat voor een coverband. Bruno Twix. Bruno Snickers. Okay. Dat was dus een Bruno Mars. Kun je afstrippen van het onderwerpenlijstje. Ik ben bang voor wel. Ja. Nee, maar wat ik ervan vind, ik bedoel, het is, ja, mensen vergelijken het een beetje met James Brown. Dat vind ik een beetje flauw. Want, want er is maar één James Brown. Ja, gelukkig. Hij is dood. En hij is dood. Zo die ook. Nee, dat is een ander. Maar Bruno, ik mag Bruno zeggen, heeft wel die soul. Is wel echt goede soul. En hij heeft een band bij zich. Kijk, met Pharrell ging Pinkpop volledig te mist in. Net zoals met Justin Bieber eigenlijk. Vind ik ben weggelopen. Na het tweede Pharrell was echt, het was het grootste schandaal wat Pinkpop ooit heeft gekend, denk ik. Het was echt, dat is... Dat... Nee. Jawel, er is geen enkel groter schandaal geweest dan Pharrell. Sugar Babes. Nee, dat was... Bloodhound Gang, best over publiek. Ja, heerlijk. En Sugar Gangs was gewoon fucking geil. Punt. Maar nee, maar het was wel leuk om te zien. Nee, maar... Ik vond echt, Pharrell was gewoon niet goed. Het was geen goede. Had niet eens een band bij zich volgens mij. Ik weet niet een paar dansers bij. Hij was niet waar hij was. Düsseldorf. Hallo Düsseldorf. Lul. Maar ik vond, met Bruno Mars verwacht ik echt veel. Met een goede strakke band erbij. Met blazers volgens mij in toestanden. Dat gaat eindelijk een beetje soul ook op. Wanneer is een keer een goede soul en funk man. Wanneer hebben we dat op Pinkpop gehad? Bijna nooit. Nee. Hartstikke wit festival. Ja. Een spierwit festival. Eindelijk is een weer... Meer seks erin. Ik ben er blij mee. Die Super Bowl show wat hij twee jaar geleden deed, dat is fantastisch. Echt zo goed. Echt, hij is zo. Ik bedoel, je kan hem ook niet meer vergelijken met Pharrell. Hij is zoveel getalenteerder ook gewoon qua. Ja, maar Pharrell doet ook wel heel veel andere dingen. Ja. Nee, Pharrell dat kon niet. Nee, maar dat was echt verschrikkelijk. Maar die moest ook niet afsluiten eigenlijk. Hè. Dat was op die dag dat Foo Fighters zouden komen. Oh ja, klopt ja. Want zou dat voor de Foo Fighters nog staan dan? Ja. Oh shit. Want toen is Triggerfinger voor in de voorvaart gekomen, eerder op de dag. En wat was dan met de staat? Wanneer was dat dan? Die moesten toen ook opeens twee keer... Dat was vorig jaar. Dat was in plaats van Ghost. Ja. Oh, dat was Wat ik nog steeds jammer vind. Maar
Zou dat net zo goed Cresp kunnen vragen. Ik had Ghost nu wel verwacht eigenlijk, want die hebben een nieuwe plaat en zo. En ze hebben vorige keer moeten skippen. Ik denk, die kunnen best wel hier komen. Maar ja, die staan wel in Eindhoven op dat Metal Fest van Dynamo. Dus ja, maar dat zal een van die redenen zijn. Je kunt is niet op water trouwens? Ja, ik denk dat Tom even gaat lopen. Tom gaat even water halen. Ja. Twee ammetjes. Even pompen, Tom. Kom twee emmertjes. Ja, twee emmertjes. Ja, bijna. En Roger, wat als? We kunnen gewoon tussendoor praten. Hoor. Ja, we blijven, ik ga dit allemaal niet uitknippen. Ik vind het wel leuk. Pinkpop Classic, hè, Roger? Nee, je was alleen. Was je alleen? Nou, dat was ook... Maar waarom, als we het daarover hebben, waarom... kijk, Classic... staat toch een beetje dood. Classic moest op een gegeven moment weg. Is there anybody in there? Nee. Sorry, wat zeg je? Classic moest natuurlijk weg op een gegeven moment. Ja. Dat hield op met bestaan om vele redenen. Vanwege niemand. Ik was ook elk jaar bij geweest. Het was het laatste jaar waren we met z'n tienen. Ja, het was echt tragisch. Maar verder gebruikt eigenlijk niemand de trein. Nu komt Neverland natuurlijk erbij als dancefestival. Ja. Maar wat gebeurt er de rest van het jaar dan? Je had dat breakout of dat break-in. Dat is ook al gestopt. Maar dat is ook gestopt. Grote rommelmarkten. Die zijn er nog altijd. Die vlooien maar, die reuze vlooien. Constant vlooien. Ja. Daar moet je de ruimte voor hebben. Kom altijd. Maar qua muziek, qua muziek. Ik bedoel, op Goffertpark, een paar meter verderop eigenlijk. Ja, komt daar wel nog veel dan? Goffertpark zijn echt leuke, toffe dingen. Ja, heel vaak. Nou ja, in de zomer staan toch wel, denk ik, 5-6 shows. En dat is veel. Fortarock is geweest. Fortarock is afgelopen weekend. Fortarock, hoe heet dat ding? Dat is afgelopen weekend. Ja, afgelopen weekend. Ja, maar ik weet niet wat er verder eigenlijk gebeurde op dat terrein. Ik denk, heel weinig. En maar daar had je alle infra ligt daar. Dus je kunt daar prima festivals of concerten organiseren. Ik denk dat met vergunningen te maken heeft. Ja, denk ik ook wel. Denk ik echt. We rijden geen paden meer of zo, rennen daar niet. Nee, af en toe. Heel af en toe. Het kan zijn dat de gemeente Landgraaf zegt, ja, is goed, een extra dag, dat kan. Maar dan gebeurt er verder wel helemaal niks meer op Megaland. maar dat was al. Ik vraag me af, maar ik heb daar helemaal geen verstand van, dus ik moet er misschien helemaal niks over zeggen, maar doe ik toch. Ik denk de infrastructuur van het... ik heb er heel veel moeite mee. Ja. Nee, ik denk dat de infrastructuur van dat terrein gewoon ook wel redelijk verouderd is, wat dat betreft. Ik bedoel, werkt er beter. Oké. Okay, werkt er veel beter voor een grote band. Voor grotere weiden kun je veel meer qua. Ja, maar komen er echt heel veel meer mensen? Zijn er zoveel tickets die nog niet verkocht zijn? Dus dat je, als je sold-out hebt, dat je dan nog echt heel veel mensen mist? Ik denk het niet op dit moment. Zeker niet als je deze namen blijft komen. Nee, maar dat is een andere vraag. We hadden het erover wat gebeurt op de rest van het jaar. En vroeger kwam Stones hebben daar ook gespeeld. Solo. Ja, maar waarom komt zoiets niet terug? En waarom zou je dat niet onder de Pinkpop-vlag doen? Nee, ken ik dit eigenlijk. Stonden die er vorig jaar of zo? Ja, vast wel. Ja, of het jaar ervoor. Nee, die stonden er vorig jaar. Ja, ik probeer gewoon altijd dan weg te zijn. Ja, wat Jan volgens mij niet meer echt wil, is volgens mij zo'n harde kern, weet je, die voor de Stones komen of voor McCartney en die dan met de t-shirts vooraan gaan zitten en die dan daar blijven staan. En dan eigenlijk voor de rest een beetje fysiek in die zin. En daar heeft hij ook wel vaker over gehad. En dat kan me wel voorstellen, dat die frustratie. Maar dat zou je dan weer juist op een extern moment kunnen doen. Ja, dan heb je dus die extra dag. Bijvoorbeeld. Of een ander moment in een jaar of een week eerder. Of ik weet niet hoe... Het is wel heel sfeerbepalend hoor. Als je inderdaad... En dat had je vroeger, had je dat niet zozeer. Ja, maar dat is waarom het ook Epica op de lijstje had gezet. En dan wordt het natuurlijk... Epica. Het heeft nog wel 45 minuten geduurd. Yes man, dat is best knap voor mij. Mm-hmm. Nee, maar we stonden natuurlijk in een half lege tent. Omdat daarna de Rolling Stones speelde. Iedereen kwam voor de Stones die dag en niemand voor Epica. En dan is het heel lullig dat je eigenlijk die eindslot hebt in die tent. Ah, zijn ze wel gewend. Nou ja, ze staan toch voor behoorlijk wat mensen af en toe. Maar ik snap je opmerking. Dat is sowieso. Maar ik zal de volgende keer hele mooie foto's van jou maken, Roel. Ik zal echt... ik zal Kiki vaker op de foto zetten voor je. Hoop bewerken. En hoop bewerken. Nee, maar het is natuurlijk wel zo. Als je gaat kijken naar die allergrootste namen en wat je dus aanhaalt. Die mensen die komen 's ochtends... Die gaan zitten, die blijven zitten, die genieten niet van de dag. En dan wanneer het 8:30 of 9 uur is... Wel van de dag. Van de dag op een andere manier. Ja, precies. Dus dat ze daar lopen de heroïne shooten en zo. Nou, ja, wie weet. Je krijgt het gewoon binnen. Dat is niet zo moeilijk volgens mij. Maar het is natuurlijk wel... Waar gaat welke kant gaan we? Nee, we gaan die kant niet op. Nee. Dat hoort u in de volgende Shark Talk. Nee, ja, GoPros mochten ook niet mee. Dat ging ook heel makkelijk. Allemaal geen probleem. Nee. Maar het is natuurlijk inderdaad wel zo'n nadeel als je inderdaad echt zo'n grote klapper binnenhaalt. En als het nou de Stones is of je haalt U2 dadelijk binnen. Voor wie verkoop je dat ticket dan? Voor de festivalganger of voor de fan van U2? Nee, voor de fan, want die wil uitverkopen.
Ja. Dat is het enige doel. Je wil uitverkopen. Je moet namelijk kiet spelen. Of je moet verdienen. Nee, je moet verdienen, ja. Ja, kiet spelen is niet genoeg voor ze. Ik zou heel slecht de festivaldirecteur zijn. Nee, je moet... Haas, maar kiet spelen. Ja. Nee, dat zien we volgend jaar wie we wel binnenhalen. Ja, okay. Subsidies. Ja, precies. Hoi, gemeente Landgraaf. Nee, maar je moet uitverkopen. Dik en dubbel. Ja, dat kun je alleen maar doen als je... Nieuwe uitdagende, fantastische, leuke namen hebt die niemand anders heeft. Ja, nou ja. Maar is dat zo? Want ja. Lowlands verkoopt uit, hè? Ja, maar Lowlands is een hipsterfestival. Oh, en dan telt dat. Dan ben je automatisch uitgevoerd. Nee, want ze hebben dat heel lang niet gehad. Hij heeft een punt. Lowlands is, en dan komt het verschrikkelijke woord, beleving. Kotst u maar even. Ja, ja. Ja. Nee, maar dat kan hier vanuit de rand. Dat is geen enkel probleem. Nee, maar dat is wel zo. Kijk, mensen gaan ook voor de sfeer van Lowlands. Ja, en dingen dat heb je bij Pinkpop niet. En toen de Great Wide Open is over 5 jaar ook... dan is dat... Dit is nu de nieuwe Lowlands. Best Cap Secret nu al. Best Cap Secret was dat eerst ook nog niet. Dat is gewoon een beetje hoe het gaat. Maar wordt dat een probleem voor Pinkpop dan? Want als zij steeds minder van die namen krijgen... Ja, dat wordt een probleem. Hè, dan heb je dus ook helemaal niks aan die vierde dag. Misschien moet je ook wel stoppen na 50 jaar. Zo roep ik me even heel wild. Dat mag je heel wild roepen. Ik vond het vrij rustig eigenlijk. Maar is Pinkpop überhaupt exclusief voorbehouden aan Limburg dan? Ja, wat een vraag allemaal. Ja, ik vraag me niet zo'n budget. Nee, maar we hebben het erover gehad van wat als Jan moet stoppen... of niet meer betrokken zal zijn bij het festival... is dat dan nog altijd in een landgraaf? Oh. Waarom? Waarom zou het nog een landgraaf moeten zijn? Ik denk dat ook wel een dingetje is, ja. Misschien, nou, omdat daar de infra ligt. Ik denk in Limburg dat we niet echt zo'n groot terrein hebben. Nee, maar ik heb heel veel mensen die zeggen, zeg maar uit de Randstad van... Ik krijg nu eigenlijk geen stok naar landgraaf. Die wel festivals in Duitsland, in België, weet ik wat. Maar landgraaf... Laten we eerlijk zijn. Ligt ook niet echt lekker. Laten we eerlijk zijn. Landgraaf praat alsjeblieft in de microfoon. Blij zijn met Pinkpop. Want welke reden zou je anders hebben om naar Landgraaf te gaan? Ja, precies. Ja, precies. Dus Landgraaf is wel Pinkpop voor iedereen, zeg maar. Toch? Ja, maar daarom. Maar dat is bij een twee-eenheid. De locatie, het festival. Maar misschien gaat Pinkpop naar de Goffert een keer. Dat kan best. Ja, nee, ik sluit er niet uit. Qua ligging is dat, ja. Nee, gewoon terug naar Barlo. Gewoon op de Speedway, kom. Ja. Met en nu wel droog. Dat dan 10.000 man erop kunnen en dan... Ja. En dan weer Chris Isaac boeken, hè? Of gewoon ruilen met Mama's Pride weer. Dat kan ook. Ja, Mama's Pride op het Megaland. Mama's Pride op Megaland en... Nou, wordt in ieder geval heel gezellig. We hoeven alleen het voorstukje te hebben en dan is het klaar ongeveer. Komen er nog vragen binnen eigenlijk? Ja, nee, wij beantwoorden ze al voordat ze komen. Dat is een beetje het voordeel. Toch? Nee, er is nog wel één vraag wat er nog in ieder geval wat open stond. Als we het dan toch nog steeds over het festival zelf hebben. De kosten ervan. Wacht heel even, ik zie hier iets binnenkomen. De heer J. Smeets, die vraagt zich af wie de fuck we denken dat we zijn eigenlijk. Nou, ik ben Sherik. Ja. Ja. Oh ja, ik niet. Dat hebben wij nog helemaal niet gedaan. Nee, dat hoef ik niet. Wat, nee, dat zie je namelijk gewoon in de titelregel. Het staat erbij. En de meeste die kennen deze band natuurlijk, hè? Ja, Crazy Girls Roadshow, iedereen kent dat. 3 keer headliner geweest inmiddels. Ja, mm-hmm. Maar niet van Pinkpop. Nee. Maar de vraag, kosten, geld? Ja, het wordt wel steeds duurder. Oeh, ticket bedoel je? Ja. Oké. Okay. Ja, maar ja, dat is inherent aan ieder festival. Ik heb zo'n gevoel dat als we 4 dagen gaan, het nog duurder wordt. Ach, goh. Ja. Nou, dat heb je goed berekend. Nou, ik denk dat het onvermijdelijk is aan de muziekbusiness van tegenwoordig. Is dat onvermijdelijk? Ja, kijk gewoon naar losse concertkaartjes zijn al verschrikkelijk duur. Ja, 80 euro voor M&M. Ja, maar ja. Je kunt ook niet betalen. Maar je kunt ook niet betalen. Als heel veel mensen opeens niet meer gaan. Nee, maar als heel veel mensen niet meer gaan, zullen ze op een gegeven moment daar ook wel over na moeten gaan denken. Als ze nooit meer de Ziggo Dome uitverkopen, hoe stom dat ook klinkt, als er heel vaak een festival niet uitverkocht wordt. Blijft toch, zolang wij kapitaalkrachtig zijn, genoeg zijn om dat te doen, hebben we het er goed voor over. En, mensen kopen ook geen cd's meer, maar het gaat toch nog steeds... Ik heb net 2 platen in mijn hand geduwd gekregen van jou. LP's. Ja, de cd had ik al. Ja. En alles wordt steeds ietsjes duurder. En altijd klaar, maar we leggen op dat het ietsjes is, doen we het toch. Dus ja, weet je, als het nou echt met 100 euro duurder wordt, ja, dan gaan we niet meer. Maar als ieder tientje, dan knoteren we eventjes in goed Limburgs. En dan vervolgens, we kopen het wel gewoon, want we zijn natuurlijk zo gek als een deur met z'n allen. Ja, en het biertje gaat ook weer duurder worden. Dus dan is de vraag als Pinkpop nu meteen wel meegaat, of dat nog een jaar of 2 duurt. Maar dan heb je wel echt een kwalitatief lekker... festivalbiertje. Oh, wat schenken ze daar ook alweer? Brand. Ah oh ja, brand is wel echt heel erg oké. Wat ik trouwens wel, als het dan gaat over de kaartverkoop, wat ik dan wel leuk vond bij die persconferentie, worden nooit vragen gesteld, behalve door mensen van de schoolkrant. Maar er was dus één fan, die moest zijn emoties kwijt die middag, en die zei van,
Meneer Smeets, ik wil u vragen, is het misschien mogelijk dat volgend jaar de kaartverkoop één dag na afloop van de Pinkpop-editie begint? Ja. Zodat de mensen die ieder jaar gaan, blind, zonder het programma te kennen, dan ook een kaartje kunnen kopen. Ja. Als een soort van loyalty-arrangement. En dat vond hij best wel interessant en ik vind dat eigenlijk ook wel. Want dat betekent ook wel, dus typisch Pinkpop, dat er mensen gaan zonder dat het om het programma gaat. Het gaat gewoon om dat ze daarheen gaan, dat het in de buurt ligt, dat het gezellig is en die gaan er met vrienden op de camping staan. Maar vroeger was dat bij Lowlands. Ja. Had je het gewoon uitverkocht zonder één naam bekend te maken en Pinkpop had altijd het punt, ik moet namen hebben, wil ik een ticket kunnen verkopen. Ja. En die persoon gaf gewoon aan van ja, er is gewoon een groep mensen die zegt, hier heb je geld, ik kom volgend jaar weer. Alleen hoe groot is die groep en moet je daar dus een hele ticketservice voor opzetten om dat al vanaf dag één mogelijk te maken? Moet je daar een ticketservice voor opzetten, dat vraag ik mij af. Moet dat? Nee, je kunt gewoon hardkopjes verkopen. Je kunt hardkopjes verkopen op het trein zelf. Ja, nou, heb je het ook. Wakker doet dat volgens mij. Ja. Zodra je binnenkomt lopen, en in Frankrijk is dat ook redelijk normaal. Als je binnenkomt lopen, kun je voor volgend jaar alvast een ticket kopen. Ja, het zorgt wel voor cash. In Nederland, dat weet ik niet, want je bent allerlei regels gebonden. Maar... Nou ja, zolang de BTW niet hoger wordt, zal het niet zo'n probleem zijn, denk ik. Nee. En zolang wij gewoon op 6 of 21% blijven zitten, zal het probleem niet zozeer dalen. Nou, het is zeker een optie om in ieder geval ook gewoon cashflow te hebben. Zodra het festival is afgelopen voor het volgend jaar, om en ook te kunnen zeggen, we weten al zeker dat we dit bedrag binnen hebben en we kunnen dus deze artiest boeken, want daar ben je natuurlijk altijd van afhankelijk. En als we het dan over geld hebben, IBA wordt nu de sponsor voor Noord. Ja. Vorig jaar was het voor het eerst Brightlands, zegt het goed, of jaar daarvoor al? Ja. Staan, ik moet trouwens ook zeggen, want dat heb ik vandaag als opdracht meegekregen, dat we ook staan op de Brightlands Smart Service Campus. Probeer het in één Service Campus. Probeer het in één keer. Probeer het maar één zin te doen. En Brightlands is inderdaad sponsor van het podium. Ja. Brightlands. Ja, als mochten we hier niet staan, het is gewoon heel simpel. Ja. Maar dat weten ze pas achteraf, dus dan hadden we dat toch al gestaan. Maar is dat een goed iets, dat er gewoon steeds meer namen boven zo'n... Het jammer is wel... Je kijkt toch niet naar de namen? Nee, inderdaad. Nou ja, ik heb er wel een keer over opgewonden, want het was toen, was John Peel was net dood. Oh ja, dat John Peel stage. Ja, precies. Ja. Die was klaar met Peel wat dat betreft, die was dood. Ja. En toen kreeg hij zijn eigen podium. Eriksson. En die had wat erg. En die kreeg een podium. Hij was er zelf niet eens. Dat was een goed idee. Dat is een heel goed idee. Komt die lul niet opdagen? Nee. Ja. Maar dat, en een paar jaar later was het de Converse stage of zo, weet je wel. Dus dat vind ik dan wel weer jammer. Je gaat eerst zwaaien met principes. Nee, maar eerst met principes en gooien. En vervolgens... Ja. Was uitgelopen. Ja, het programma liep gigantisch uit. Net zoals deze podcast trouwens. Echt tot 2 uur s'nachts. Nee, deze podcast kan niet uitlopen, hè? Dat scheelt. Gooi dan nog eens een vraag in, Sharik. Ja, kan ik me weer van spreken? Ik ben heel benieuwd. Want je vroeg natuurlijk van tevoren aan ons of we iets wilden meenemen van een soort van Pinkpop herinnering. Nou, even... We gaan naar Tim Opperbroek. die al anderhalf uur mijn interesse weet te behouden. Dat is ook voor het eerst. Tim, vertel even. Want jij hebt op Pinkpop opgetreden. Ja, als kerstman. Dat is op zich wel een door naar Tom Jansen, nee. Nee, dat is wel aardig. Vertel. Het was warm. Maar nou, wij zitten met L1 Radio. Ieder jaar maken we daar een programma op Pinkpop. En we zaten daar backstage en de Flaming Lips zouden optreden. En ik ben een groot liefhebber van de Flaming Lips. Vind die echt helemaal fantastisch. En ik had een nieuwe cd gekocht van de band. Dat kon allemaal nog toen. En toen zag ik de zanger en ik ging naar hem toe. En ja, ik blijf dan toch zo'n fanboy. Ja, ja. Ja, met een pen en het hoesje. Even een handtekening. Nou, dat wilde hij er wel doen. Op één voorwaarde dat ik zou meedoen tijdens het optreden als kerstman. Nee. Waarop ik zei ja, want ja, dat leek me ook wel een leuke radio. Dus ik moest een kerstmannenpak ophalen. Dus ik had me inderdaad als kerstman verkleed. En ik was niet de enige. Er waren iets van 20 tot 30 man uit het publiek gevist. Ja. Ook als kerstman. En 20, 30 vrouwen verkleed als kerstengel. Kijk. En dus we stonden daar in de brandende zon, wachten op teken. En het eerste nummer, nou ja, ik doe mijn opnameapparaat. En ik beschrijf het helemaal. Ik sta op de dans als kerstman en ik denk, oké, nou, het eerste nummer is klaar. Dus ik loop het podium af, ik word meteen teruggeduwd door de manager. Nee, het hele optreden, meneer. Oei, oei, oei. Holy shit, dus ik heb dus echt daar als een idioot staan dansen in een kerstmannenpak. En met 30 kerstmannen en dan aan de andere kant kerstvrouwen. Of waren het engeltjes, ik weet niet meer. En dan de band met confetti en met opblaasbare...
bollen en ik weet niet wat er allemaal gebeurde. Het was één groot psychedelisch kinderfeest. Ja, ja. En nou ja, dat was mijn optreden op Pinkpop. En het is nog terug te zien op YouTube. Als je intikt Flaming Lips, ik weet niet meer welk jaar het was. Ik meen 2004, 2005, daar ergens. Of zes, ja, dat zou ik heel goed kunnen. Zes. Ik heb je ook gezien. Dan sta ik ook ergens. Maar je moet goed. Ik sta er wel. Ik vind het nog steeds ontzettend kicken. En bij wie ga je dat dit jaar doen? Bij Bruno Mars? Bij Bruno Mars of ja, kom ook als kerstman inderdaad. Als kerstengeltje. Als kerstengel ga, ja, als kerstengel ga ik hem verrassen. Zullen ze leuk vinden. Ja, goed verhaal wel. Ja. Ze hebben gewoon vanaf het podium mogen kijken. Ook. Ja, ja, dat is heel gaaf. Een vrij uniek iets. Ja, 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 zeker. Ja, ja. Maar hoe gaat daar maar zo overheen? Nee, maar een andere vraag dan over, want jij bent ieder jaar aanwezig op het festival als journalist. Nee, als programmamaker. Als programmamaker. Ja. Journalist is een heel vies woord. Dus nou, sorry. Als programmamaker. Ja. Hoe ver mag jij backstage? Zijn er bepaalde regels waarvan van ja, Pinkpop zegt van, oké, je hebt hier een persarea en daar ontmoet je bands? Of welke bands... Nee, welke bandjes je krijgt. Af en toe hebben we het geluk inderdaad dat we heel ver backstage kunnen. Met de Stones had ik echt, nou ja, dat wil ik nog wel even vertellen. Dat was echt heel stoer. Toen stonden we radio te maken recht tegenover het dorp. Je hebt, zeg maar, backstage, voor de mensen die niet weten, heb je altijd een dorp voor de grote artiest. En daar staan allemaal huisjes en weet ik het allemaal recreatieruimte, alle luxe. En ja, we stonden recht tegenover het dorp van de Stones. Dus op een gegeven moment de Stones komen aangelopen. Dus echt gewoon echt recht voor mijn neus. En dan kon ik het niet laten om een Beatle-nummer keihard te draaien. Keith moest er erg om lachen trouwens. Erik Corton was er echt boos op me. Dat vond ik echt leuk. Ik wilde eens interviewen, nou lukt het niet meer. Echt genoten. En voor het optreden ging een stukje ging de deur open van het dorp. En toen zag ik dus Keith gewoon even inspelen. Nou ja, ik heb daar gewoon 5 minuten gewoon staan kijken van... Dit gebeurt gewoon recht voor mijn neus. En toen kwamen ze gezamenlijk, dat vond ik ook heel stoer, gezamenlijk naar buiten. Want ik dacht van, en dat is ook een bedrijf, maar ja, ze komen één voor één met een grote auto, weet ik wat. Nee, het was echt een band wat naar buiten liep. Dat was zo cool. Dus wij begonnen gewoon automatisch als idioten te applaudisseren. Dat is dan de reactie blijkbaar. En ik stond daar te schreeuwen en te applaudisseren. En Mick die draait zich om, want die man die heeft geleerd, applaus, oké, daar moet ik zijn. Weet je wel, dat is zijn leven. Dus die draait zich om. Want Keith pakt dus Mick bij de armen. Nou, steeds is over de... Dat was echt heel gaaf om mee te maken. Ik heb met Kate Nash een keer een gesprek gehad. En daarna viel ze bijna flauw. Dat heb je vaak, toch? Ja, met name met Kate Nash. Nee, maar ze had astma. En we konden net het optreden nog meepakken en even interviewen. En toen heeft ze de rest van alles moeten afzeggen van alle interviews. Dus ja, soms is het geluk hebben. We hebben een tijd gehad dat we echt de ultieme truc gezond eten op tafel zetten. Dan komen ze als vlieger op af. Dus hebben ze een optreden gedaan. En je zit daar met een paar man. Je hebt wat, echt, dat kan ik iedereen aanraden. Komkommers, bananen, weet ik het allemaal. En die komen, vers fruit, weet je wel. We zijn zo gewend aan allemaal junkfood. Ja, omdat vaak snel, wel. Het is nu wel verbeterd natuurlijk. Maar ja. Er is een periode geweest. Dat echt, die kwamen er echt als gek op af. Dus we hebben Denko Jones gehad. We hebben Dave Grohl, die godverdomme riep bij ons in de microfoon. Ja, het is wel waanzinnig kick, hoor. Ja. Ik vind dat, het went nooit. En ben je dan met een portable systeem daar? Of echt gewoon met die truc die ik vaker heb gezien? Die ook Mama Sprite stond en volgens mij dit jaar op het Bevrijdingsfestival. Oh, die truc. Oh, dit ook. De truc. Heel af en toe gebruik ik die truc wel eens inderdaad. Maar nee, je drinkt je water, geen bier. Nee. We begonnen eerst met een mobiele set, dat niemand anders die schoof dan. En nu hebben we dus inderdaad zo'n mobiele studio en daar zitten we dan iedere keer. Ja. Dus dat is eigenlijk wel heel relaxed en heel enjoyable om naar zo'n festival op die manier mee te maken. En het is zo'n voorrecht om dat te mogen doen, want... Ja, kijk, de fantastische 3FM zit daarboven. Hè. Die hebben het uitzicht op het publiek. Dat is een geweldige plek. En die krijgen ook heel veel artiesten. En wij zien heel veel aan de achterkant wat er allemaal gebeurt. En ik vind dat ook echt wel heel veel inspiratie bieden. Er komen de gekste mensen voorbij. Je ziet echt de meest rare dingen gebeuren. En dat je wil niet alles weten, hoor. Nee, ik wil niet alles weten. Nee, je moet dan een beetje backstage blijven. Ook. Precies. Maar dan ga ik de andere twee eens even vragen. Want als jullie naar Pinkpop... gingen als schrijvers. Dan moet je alles vanuit het veld doen, als ik me niet vergis. Ik kijk even naar jou, Roel. Misschien kun je de Stones anekdote even doen van ons. Want maar gewoon algemeen als Sef zijnde. Oh, ja. Want we zijn hier natuurlijk ook met Sef. Hè? Met Saf. Met Saf. Saf zelf. Ja. Wat wil je van Saf weten? Sorry, ik ga dit te nee, maar hoe jullie normaal gesproken Pinkpop beleven dan als... Ja, we hadden altijd... Ja, maar ga je naar het gewoon extra... We hebben in de slechts 5 jaar dat we dat hebben mogen doen, want vorig jaar waren we er ook niet bij.
hebben we... Als Jan naar meekijkt. Nee, dat komt wel helemaal niet meer binnen, want het maakt me ook helemaal geen zak meer uit. Maar nee, ik ga gewoon lekker als fan, waarom joh. Niet? Nee, maar even antwoord op de vraag. Hoe zagen die dagen eruit? Hoe zagen die dagen eruit? We komen altijd als eerste de onvolprezen held Jozef Vonke tegen. Backstage. Fotograaf. Ja. En dan moesten we altijd even op receptie. Even een handje geven. Even hoi zeggen. En als we dat niet gedaan hadden, kregen we op onze kloot. En dan kregen we ook geen foto's. Ja. En daarna zijn we dan, hebben we altijd een soort van verdeling. En een bands kijken. En dan je kan altijd maximaal 3, 4, misschien een hooguit 5 bands op een dag doen. Waar je dan fatsoenlijk verhaal over kunt maken. En probeer altijd 1 band uit te lichten. Dat hoeft niet per se de headliner te zijn. We hebben ook een keer 30 Seconds to Mars uitgelicht. Roen. Enorm, ja. Ja, dat was wel heel erg leuk. En de script hebben we een keer uitgelicht. Nee, dat waren onze dagen. Dat was eigenlijk gewoon... Ja. Ja, dat was gewoon eigenlijk... ouderwetse journalistiek werk, zeg maar. Maar echt gewoon ook vanuit het veld. Je hebt daar niet de luxe... Nou, wij kwamen in dezelfde area, zeg maar, okay. als Tim. Alleen, zij zaten vaak net voorbij de ingang van het dorp of bij de entree daarvan. Ja. En wij moeten ook gewoon betalen, trouwens, als journalisten voor eten en drinken. Het is niet zo dat het daar een of andere Lollapalooza en fruit en frieten en drank en als je bij Tim naar binnen loopt, kun je fruit eten. Ja, precies. Dus nee, dat is eigenlijk vrij normaal allemaal. Je krijgt eigenlijk niet zo heel erg veel mee backstage. Het is meer je werkplek op dat moment. Ja, gewoon of even een plek, daar kun je fatsoenlijk naar de wc gaan, hoef je niet voor in de rij te staan. Je hebt een kluisje, dat is ook wel chill. Ja. Dat zijn de perks of being a journalist at Pinkpop. Maar je hebt nu al 2 keer gementioned dat het vorig jaar niet is. En Sorry, het is geen Nederlands of Engelstalige podcast, dus dat maakt helemaal niets voor uit. Zolang je geen Duits gaat doen, vind ik het prima. Je hebt al 2 keer gezegd van niet vorig jaar, niet dit jaar. Ja, nee, en dat stoort, blijkbaar. Nou ja. En je zegt tegen mij op voorhand, we hebben het er liever niet over, maar je haalt nu zelf aan. Dus dan... we mogen het er zeker over. Nee, we zijn er gewoon niet bij. En, Als het magazine, online magazine van Limburg, is dat wel heel spijtig. Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat ze ons niet nodig hebben. En dat bedoel ik niet zuur. Maar er zijn natuurlijk 101 aanvragen per jaar die daar binnenkomen. Wat ik wel jammer vind, is dat vorig jaar heeft Ten Bels, Nu of Nooit Winnaar, heeft geen fatsoenlijke recensie nergens gekregen. Ze zijn alleen genoemd als, die hebben Pinkpop geopend, maar daar is niemand serieus naar dat optreden gekregen en daar een serieus verhaal over gemaakt. Dat deden wij wel altijd. Dat deden jongens van 3 voor 12 Limburg ook. Dat is vorig jaar even niet gelukt bij hun. Maar dat vind ik wel jammer. En wij zouden wel naar Aisha gaan kijken. En wij zouden wel naar Blackbird gaan kijken. Dus dat mis je dan. Maar ik denk, qua exposure, denk dat het heel verstandig is van Jan en zijn team dat hij gekozen heeft voor media die een veel groter bereik hebben. Dat begrijp ik helemaal, die keuze, zeg maar. En dat bedoel ik niet cynisch, maar daar kan ik me alles bij voorstellen. Alleen voor ons is het jammer, want wij doen zoveel mogelijk in de Limburgse popmuziek, proberen we aandacht aan te besteden. En dan is het zo, hoe noemen ze het? De paarse krokodil? Of de olifant in de kamer? Je kunt de roze olifant. Ja, precies. Nee, maar iedereen weet dat Pinkpop er is en wij kunnen er geen verslag van doen. Nee. Maar het is wel gewoon het allergrootste event als het gaat over popmuziek in de provincie. En als je dan staat voor de provincie en alles wat daar aan popmuziek gebeurt, is het natuurlijk wel vrij vervelend dat je daar dan niet bij bent eigenlijk. Dus ik vind dat wel jammer. Maar is dat dan, kan er een beslissing van jullie zijn dan om te zeggen van we gaan gewoon als betalende bezoeker en schrijven alsnog? We gaan als betalende bezoeker. Nee, maar we schrijven alsnog. Nee. Dat is gewoon no option. Nee. Ik heb bijvoorbeeld als fotograaf gewoon bij bepaalde concerten nog steeds zo van ik betaal gewoon als ik foto's mag maken. Want dan is het gewoon zo tof om dat alsnog te doen. Mm. Dan schrijf ik nog wel een stukje over. En ja, ik snap ook wel dat het niet altijd lukt. Maar ik kan me ook voorstellen als Sef zijnde zo, vorig jaar lukt niet. Weet je, dan doen we dat gewoon omdat we nog steeds die liefde hebben voor Pinkpop. We schrijven het alsnog en misschien komen we daarmee volgend jaar. Nee. Wel weer binnen. Het is, ik ga er gewoon naartoe als liefhebber en ik ga al jaren en ik ga ook al van voordat het Zef was en ik ben ook wel eens voor Playground gegaan in het verleden vanuit SPL en maar ik ga gewoon naar het festival omdat ik het leuk vind en als ik daar een recensie over schrijf dan is dat dan beleef ik dat optreden, dan schrijf ik misschien wat steekwoorden op in mijn telefoon en dan schrijf ik er nog na een review, maar ik ben niet per se voor mijn gevoel aan het werk ook. Weet je. Maar ik kan me voorstellen dat Tim vrijwillig naar een concert gaat, dat hij niet radio staat te maken. Omdat hij er misschien gewoon graag naartoe gaat. Dus dat geldt voor ons natuurlijk ook wel. Als je gevraagd wordt, dan zou ik er wel aandacht aan geven misschien. Ja, nu niet. Ja. Nu ga ik gewoon lekker bier drinken. Ja, ik zou ook heel graag willen fotograferen daar hoor. Geen enkel probleem. En ik hoef echt niet de grootste namen te fotograferen. Maar juist inderdaad die kleine tentjes zou ik wel heel tof vinden. Omdat je juist die een exposure wilt geven. Ja.
En dat is natuurlijk altijd inderdaad een... ja, maar als je gaat kijken ook naar de foto's achteraf, dan mis je gewoon heel veel. Daar wil ik heel kort op inhaken. Want de discussie over Limburgse popmuziek wel of niet op grote festivals, dat is een aparte podcast waard. Ja. Maar dat vind ik wel... Kijk, stel dat we dat zouden doen, hè, dat we dus voor die kleine bandjes zouden zeggen, we gaan er betaald heen. Hè, we koppelen zelf een kaartje en we gaan dan een verslag maken. Hè. Ik vind ook dat het een rol is van festivalorganisaties en podia om journalisten, en in dit geval vrijwillige journalisten, te faciliteren. Ja, dat gebeurt in Limburg echt supergoed. Nogmaals, heel erg goed. En dan vind ik het, als je dan wilt dat ook de kleinere blogs en de kleinere platforms aanwezig zijn op jouw festival, dan moet je dat faciliteren. En als je het op de koop toeneemt dat zij ook iets over jouw Pinkpop festival schrijven, maar ze moeten wel een ticket kopen. Dat vind ik gewoon een scheve, ja, dat vind ik een verkeerde benadering. Dat wil ik niet. Ik heb het ooit bij één festival gehad, daar heb ik promo voor gemaakt. En die zei daarna, je mag een ticket kopen en dan mag je komen. Ik zeg, nou, weet je wat, het is wel goed geweest, nooit meer promo voor gemaakt. Overigens redeneert Pinkpop niet zo, hè? Stel dat het zo zou zijn, maar Pinkpop zegt gewoon, luister, we krijgen zoveel aanvragen, we kunnen niet iedereen toelaten. En dat begrijp ik. Ja. Nee, maar wie laten ze nu toe van Limburg dan? De Limburger? Ja. Alleen? Ja, alleen. Ja. En dat zit. Dankzij Jan, want die wil per se dat de Limburgse media daar goed vertegenwoordigd wordt. Dus ik vind het eigenlijk gek en jammer dat Zef er niet staat. Ik vind het nee, want dat zouden de drie zijn, hè? Ja. De Limburger, ja, ja. Alleen en Zef. Sorry? 3 voor 12 Limburg. Ja, ook niet meer dan? Ja, die zijn er wel, maar die 3 voor 12 is een landelijk platform. Sorry, ja. Dat ding pak. 3 voor 12 is een landelijk platform, dus die zullen daarop meeliften dat die daar toe kan krijgen. Dus die hebben een soort van kleine voorsprong. Wat dat ja, we komen met 5 schrijvers in plaats van de VPRO. We komen met 5 schrijvers in plaats van 2. En, ja. En dan misschien 1 van die 5 is Limburger. Ja. Ja, dat... ja. Maar goed. Zullen we anekdotes doen dan? Genoeg zuur genoeg, want we gaan toch. Nee, maar het is gewoon realistisch, zo is het. Nou, jullie zeggen, jullie gaan. Ik ga helaas niet, hè. Nee? Nee. Heb je geen kaart tussen, Sjuriek, dan? Ik heb 1 geen kaart en 2 helaas geen tijd. Nee. Het zit nog net vervelend met mijn examens. Oh, okay. Dus het is gewoon een... dat is jammer. Even een keuze maken om het niet te doen. Anders moet ik maandagochtend en dinsdag 2 zware examens nog trekken. Dat gaat mij gewoon niet lukken. Wat doe je voor examen eigenlijk? Sorry? Wat doe je voor examen? welk examen? Hey, examen. Ik heb die ochtend... ik heb die ochtend daarna... Heel vroeg heb ik kunst en daarna heb ik webtechnologie. Maar het is allemaal in het kader van music management. Oh, lachen, dat leuk, studeer ik in Hasselt. Okay. Bij de PXL. Aan de PXL. Succes. Roel. Nu. Ja, even kijken op chat. 60, laat die maar Sjuriek, even iets anders. Ja. Ja. Wat anders. Die anekdote waar ik het over had, waar Roel iets over kan zeggen, dat is wel leuk. Over de Stones. En Tim was nieuwsgierig. Dus. Ja, we hebben nog wel meer van anekdotes, toch? Kom op, Roel. Kijk, nu is Roel zich met zaal aan het voorbereiden. Iedereen op de YouTube kan het gewoon nu zien. Helemaal klaar. Op Facebook Live. Ben je er klaar voor? Laat even goed je t-shirt zien. Even goede promo nog voeren. Misschien moet je eigenlijk nog een vinyl zo vasthouden. Hij gaat nu overhandigen. Het eerste vinyl, let op. Heb je het gezien? Ja. Kijk, een anekdote. Ja, anekdote. Pak de microfoon, Roel. Pak jij de microfoon, dan verstaan mensen je niet. Goedenavond. de anekdote. Nou, we gaan er natuurlijk moeilijk overheen. Want jij hebt de hele band kunnen spotten. De Stones. Goed. Rolling Stones. Wij waren natuurlijk ook in extase dat ze zouden komen. En wij waren erbij toen het vliegtuig landde. En we hadden John Kleinen, onze popfotograaf, een van de popfotografen, meegenomen. Ik kan me nog herinneren dat we inderdaad bij het vliegveld zijn gestopt. En we zijn op een bepaald zelfde trapje gaan staan als een heleboel andere fans die geïnteresseerd waren. En er was toen, volgens mij, toen het vliegtuig eenmaal geland was, je kon toch eigenlijk net niks zien. Dat was eigenlijk de conclusie. Je staat er met z'n allen helemaal om een glimp op te vangen die je vervolgens dan niet opvangt. En iedereen liep naar een bepaald punt, volgens mij, omdat iedereen dacht, oh, daar komen ze dadelijk uit. En wij deden dat toen niet. En toen stonden wij dus ineens per abuis toch aan de goede kant. En toen kwamen de limousines kwamen aanrijden. Ja. En... Raampjes open. En ja, je kunt ze dus inderdaad echt van... We stonden er misschien, hoe ver vanaf? Een metertje twee, of? 2-3 meters. 2-3. Dus je ziet ze allemaal passeren. En wat heel tof was, dat John Kleine inderdaad precies deed waarom die mee was. En die knipte op het goede moment. En volgens mij zwaaide zelfs Ronnie toen in de camera half. Ja. Dus dat was wel heel gaaf, ja. Was een van de was volgens mij de enige Stonesfoto van dichtbij, want de rest was allemaal trappetjes aan het vliegveld. Ja, hij stond even in de krant gestaan, dacht ernaar. Ja, heeft hij in de krant. Dat was echt heel gaaf. Ja, dat was wel een momentje. We hebben zelfs een vreugdedansje gemaakt. Een vreugdedansje. Ja, dan heb ik een anekdote waar ik echt van baal.
Ik ben een enorme Beatle-freak, dus dat McCartney gewoon in mijn Limburg speelde, dat was natuurlijk dat was het sum. En ik heb daar echt ongelogen naar mijn uitzending 2 uur staan wachten in de volle regen. Want de auto zou komen met McCartney erin. En ik zag ook de auto's van NPL zag ik heen en weer gaan. En komt ieder moment. En ik kreeg appjes van mensen. Ja, hij is onderweg. Bla, bla, bla. En toen kwam McCartney. En precies. Ik dacht, weet je, ja, ik wil toch ook vooraan staan. Dus ik dacht, nou ja, weet je, ik zie hem toch niet meer. Dus ik ga alvast vooraan staan. En toen liep mijn collega Henk Hover bijna tegen hem op backstage. Daar baal ik nog steeds van. Want ik had hem toch nog even willen bedanken voor alle mooie dingen die hij heeft gemaakt. Ja. Heeft hij waarschijnlijk nog nooit gehoord, maar ik zou het niet uit mijn mond. Hij heeft in ieder geval nooit van jou gehoord. Nee, ja, daarom, precies. Ja. Dus memorabel concert, want ik schreeuwde een liedje en normaal wijkt hij niet zo heel erg snel van zijn setlist af. Maar dat heeft hij toen gespeeld, dus dat was voor mij... was het compensatie. Je wist gewoon dat hij jou gemist had. Ja, precies. Dus, je had juist zien weglopen. Ja. Die denkt, ja, overigens was het ook weer heel typerend, dat concert. Dat werd natuurlijk kreeg vernietigende recensies. Ik vond het niet zijn beste show, daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik voelde het echt absoluut niet slecht. Nee. Maar het was inderdaad niet zo goed bij stem. En er was iets met hem. Ik zag het aan zijn gezicht en hij voelde zich niet op zijn gemak. Ik heb daarna bij Rock Werchter gezien, een paar dagen later. Het was helemaal top. En, dus ja, soms heb je dat. Geluk en of pech kun je treffen. Maar dat vind ik dan ook alweer. En dat is wat ik bedoelde. Sommige artiesten draaien gewoon zijn show af en die gaan er vandoor. Ja. En anderen die proberen dat contact een beetje te zoeken met het publiek. En ja, dat is wel iets wat ik mis de laatste jaren op Pinkpop. Dat zou ik bij artiesten echt heel graag terug willen zien. Crowdsurfen. Ja, sinds dat verboden is er gebeurd. Ik heb fuck meer. Ja, waarom mag dat niet meer? Buiten een stukje veiligheid. Ja, dat is het Rosgilde drama. Ja. Over Pearl Jam gesproken. Pearl Jam. Nee, dat zegt die allemaal. Pearl Jam. Pearl Jam. PJ. Nou, ik moet een oproepje doen, eigenlijk. Een oproepje. Een oproep / anekdote. Moet er een advertentie van maken? Namelijk, we hebben een tijdje geleden een aantal verhalen over Pearl Jam geplaatst. Oh ja. En toen hebben we een oproepje gedaan voor herinneringen aan 92. Nou, iedereen gaat erover. Iedereen was erbij en iedereen heeft die sprong gezien. Daar hebben we ook een verhaaltje over gemaakt. Ik heb maar geen idee. Toen kreeg ik een mailtje van Danny Ruland van Arons, de muziekwinkel hier in het centrum van Heerlen. En die zei, ik ken een verhaal en ik wil dat graag bevestigd zien. De mensen, dat is een van horen zeggen verhaal. Maar het schijnt zo te zijn dat de band op de middag voor, of de dag voor het festival, op het terras zat bij Café Femina. Dat was een redelijk alternatief café in het centrum van Heerlen. Daar zaten ze op het terras. En toen kwam er een groepje fans aanlopen dat hen herkende en bij hen aan tafel ging zitten. En toen zeiden ze, goh ja, we spelen morgen op Pinkpop. En wat is dat voor een soort festival? Ja, nou, dat is een groot festival. Waarop Eddie vroeg, hoe groot is dat festival dan? Dat zijn 50.000 toeschouwers. Waarop ze wit schijnen te zijn weggetrokken. En waarop ze meteen naar binnen zijn gegaan en de telefoon hebben gegrepen. Het management hebben gebeld bij Femina binnen. En hebben gezegd, van waar hebben jullie ons in godsnaam nu naartoe gestuurd? Want 5.000 mensen hadden jullie gezegd, toch geen 50.000 mensen. Daarvoor speelden ze op Tivoli. Hè? Precies, dat was de grootste optreden tot dusver in de bandgeschiedenis. En toen speelden ze de dag daarna Pinkpop. Wow. En waar we eigenlijk naar op zoek zijn, is dat iemand kan bevestigen, voor mij als journalist of voor ons bij ZEF, of dat telefoongesprek daadwerkelijk plaatsgevonden. Want die mensen... Dus als het management van Pearl Jam... Nou ja, de mensen van Femina, of de fans zeg maar, die hun hebben aangesproken. De fans die hun hebben aangesproken destijds, en die dat hebben meegekregen, en dat verhaal aan Danny hebben verteld, in de winkel waarschijnlijk een keer, of die zich zouden kunnen melden, redactie@zefmagazine.nl. Of je reageert gewoon hier onder in de comments, mag ook precies. Dan geef ik wat door. Tom, het verhaal van Eddie ging verder. want het was misschien wel voor mij het allerliefst legendarische optreden dat Pinkpop ooit gezien heeft. Gekend heeft. Bij? Nee, ik was er niet bij. Nee. Ik zat te zuipen in de Femina. Nee. Nee. Okay. Iedereen was erbij daarom. Ja. Ja, zeker. Ik was er niet bij, dat kan ik beloven. Ik was 7. Ja, daar was thuis. Toen had ik ook examens, ja. Ik was 10 en ik zat ook thuis te kijken naar... Nee, maar ik snap niet waarom dat altijd iedereen reageert met van ik was erbij. Terwijl we weten gewoon dat het niet zo is. Nee, precies. Ja. Zeg dat dan gewoon eerlijk. Ik was er niet bij. Bij Prince of Paradiso, weet je wel. Ja, was ik ook niet. Was ook iedereen bij. Ik was bij de meeste dingen niet. Nee, precies. Ja. Nee, ik ben bij veel dingen, maar niet op. Was ik ook niet bij. Nee. Dat is op zich wel goed. Ja. Maar weet je wie ik denk dat de grote verrassing had kunnen zijn dit jaar? En die dat misschien volgend jaar geworden. Roland Keizer. Scooter, denk ik. Yeah. Ja, how much for that fish? Die hebben dingen uitverkocht. Die hebben gewoon in één dag hebben ze een ding uitverkocht. Ja, afwas uitverkocht. Scooter. Zo'n live band met vuurwerk. Ja. Dat is geen live band trouwens, maar wel vuurwerk. Ik ben aan toe geweest in Hamburg. Fantastische show. Ze stonden
op Solar. Ja. En 2 jaar terug, denk ik. Ja, dat was wel heel gaaf. Ja. En ook met heel veel vuurwerk. En dan doe je daarna Ramstein boeken. Heb je een beetje een Duitse avond daar. Nou ja. Beetje ja, slager. Ik vind het een beetje gek allemaal. Niet? Nee, ik vind het nergens op slaan. Waarom niet? Nou ja, je gaat toch ook geen... Geen Kensington boeken? Nee, zou ik ook niet doen. Nee, maar ja, tussen scooter en Kensington zit dan nog even een complete... Ja. Maar ja, okay. Ja, maar ja, wat als ze twee... Wat? Nee, maar ze gaan daar twee keer AFAS uitverkopen. Dat is 12.000 mensen potentieel wat je binnen kan halen. 12.000 mensen zonder smaak. Nou, die wil ik niet in de landgraaf hebben. Oh, Nina, je mag niet komen. Niet op het terrein van Nederland hebben, punt. Nina reageert al. Mooi. Nee, ja, nee, ze reageerde met 2 shows, maar dat weten we. Femina, Nina. Femina. Ja. Nee, maar je had de scooter graag willen zien. Ja, nee, zeker niet. Maar ik denk wel dat... Dat had gekund. Ja. Nee man, idioot. Gek, denk ons na man. Lijkt me wel een verrassing. Als we het over verrassing hebben... Ja, maar Crazy Cult daarop was ook een verrassing geweest. Voor iedereen, denk ik. Vooral ook voor onszelf. Maar nee, scooter, ik denk wel. In het kader van breed denken iets anders. Ja, maar wie missen we dan nu echt nog? Ja. Die er echt gewoon dit jaar had moeten staan, behalve Doel. Want daar ben ik het helemaal mee eens. Die hebben gewoon een topjaar Arctic gehad. Arctic Monkeys. Net nieuw album uit. Groot gemis. Ja. Groot gemis. Maar komt dat misschien ook door een eigen promo? Want waanzinnige plaat. Wereldalbum. Beste album. Vier dagen voordat de plaat uitkomt, pas roepen tot ze iets gingen maken. Maken? Nou ja, tot ze iets ging uitbrengen. Er zat geen promo omheen. Dus. Nee, maar management weet ook wel dat er iets komt. Dus, ja, nou ja, vind ik geen excuus. Die mis ik. Ik mis in het kleine segment mis ik echt nog wel. Ik mis Jet Rebel nog steeds heel erg. Die is maar 1 keer op Pinkpop gespeeld. Slaat nergens op. Dat is wel heel gaaf. Toen. Die man die, ja, weet ik, maar dat is echt, dat is een van de allerbeste, zo niet de beste Nederlandse act op dit moment. Ik ben even denken, waar staat Jet Rebel nu? Ja, Tim. Maar waar staat hij nu? Want hij staat toch die er nu is. Live. In Nederland? Nee. Na de vorige twee platen is het echt downhill gegaan. Ondanks dat hij super tof is en super goede muziek kan maken, heeft hij dat niet gedaan. Nee, maar we hebben wel die Offspring, dus dat kan ik niet helemaal rijmen met dit argument. Ja, dat is een kut argument. We hebben twee hele goede platen gemaakt. Dan ja, nee, kut, ja, nee, dus we slapen het op. Jet Rebel is Jet Rebel niet ergens nu? Op dit moment? Ik denk het wel. Ik denk het wel. In het tuinhuisje, denk ik. Ja, te gek, man. Nee, maar ja, dat... Nee, maar volgens mij staat hij in de regio, waardoor hij dus... In de regen? In de regen, maar dan hier buiten. In de regio. Staat hij met afslag? Wow. Standing in the rain. Nee, maar ik denk dat het niet het jaar is om Jet Rebel. Ik krijg hier reactie. Ik denk dat van Nina is. Ja, die is de enige die kijkt. Nee, Anouk kijkt die ook. Hallo. Hi. Nee, inderdaad, ja, Anouk wordt gemist, maar dat kan ik me niet voorstellen dat je Anouk mist. Nee, omdat hij op Pakset die live staat. Oh ja. Dus dan kan die gewoon niet op Pinkpop staan. Zo simpel werkt het natuurlijk ook. Er zijn een aantal mensen heel blij met die vergelijking tussen Pakset die live en Pinkpop. Ja, vooral Jan. BC Boys ook. Noemt iemand. Ja, nou, dat zou moeilijk gaan, denk ik, BC Boys. Suggestie, hoor. Ja, heel rare suggestie. Gewoon twee alleen. Goed twee. Ik ben nog steeds aan het zoeken wie dat Anouk nou heeft gereageerd. Dat heb is Anouk? Shout-out naar Anouk. Wie is Anouk? Er is een tal van goede ja. Maar ik ben deze. Bijvoorbeeld Anouk, vuur had er prima kunnen staan. Ja. Ja, dat vind ik ook. Het gekraak zit echt wel bij Roel, staat hier. Ja, wat is nieuw? Ja, maar ja, iedereen die aan het reageren is, graag even reageren met een hele volledige zin. War on Drugs. En even aangeven wat er dan misgaat. War on Drugs, Queens of the Stone Age. Ja, maar Queen of the Stone Age heeft dus een reden om niet te komen. Nee, okay, die zijn gewoon willen gewoon niet als co-headliner. Ja, maar die hebben net aangehaald. Maar War on Drugs. Wow, Drugs inderdaad. Dat vind ik ook een hele goeie. Overvalt me even. Ja, ik vind... Ja, nog... Jack White. Jack White. Ja. Misschien Jack White. Waarom staat die er niet? Echt erg zo'n naam. Ja, Werchter heeft sowieso... Ja, check het programma van Werchter, zou ik zeggen. Waarom staat dat niet op Pinkpop? Ja, nee, maar Werchter heeft dit jaar echt een... Nou, ik vind dat dit jaar Werchter echt een megaprogramma heeft. Gorillaz, ja. Ik denk dat wel een exclusiviteitsdingetje is geweest. Dat er gewoon maar een bepaald aantal festivals doen. Dat zou kunnen. En Pinkpop hoort daar gewoon niet tussen. Ja. Wat ik niet begrijp is dat Arcade Fire nooit mainstage op Pinkpop heeft gekregen. Ja. Was de beste show wat ik ooit gezien heb de laatste 10 jaar ergens. Was heel dronken toen. Hè? Ik? Mm-hmm. Ik heb jou helemaal niet gezien. Nee, precies. Het is alleen maar kleuren, maar dat was niet confetti eigenlijk. Maar dat was echt heel erg goed. En die moeten echt nog een keer op mainstage komen. Maar ik hoor bijvoorbeeld nu geen hiphopnaam. Ik hoor nog steeds rockbandjes. Ja, Eminem. Kan je? Ja, Eminem had dat een plek gehad op Pinkpop? Ik heb begrepen dat Eminem... Ja, natuurlijk wel. Als je Bruno Mars kunt boeken, dan kun je ook Eminem boeken. Ja. Zeker omdat hij al zo lang weg is. En zeker omdat hij ook dingen uitverkoopt nu. Goffert Park.
Ik dacht zijn huisraad. Ja. Die is naar buiten gesmeten. Nee, maar hij heeft ik vind het wel... Cleaning on my closet. Ja. Zie je, dat begon het al. Oh, ja. Dus... Nou, Kendrick Lamar had het er nog over. Kendrick Lamar, ja, ik bedoel, dat is in mijn ogen de hip-hop act van de afgelopen 10 jaar of zo. Dus ja, dat is wel echt een vette act om een festival te hebben. Er is al jaren een gerucht dat Jay-Z zou komen. Ja, maar. Ja, met Jay-Z samen met Beyoncé, die zijn nu samen op tour, dus je weet dat dat niet gaat. Is misschien iets voor het jubileumjaar. Ja, nou, zijn ze niet gewoon ze sparen voor dat is wel de enige echte mainstream hip-hop act die ook niet de hip-hop liefhebbers leuk vinden. Dus Jay-Z, die kennen ze ook. En vooral als je met Beyoncé samen komt. Mm. Heeft iemand die nieuwe plaat van Nas gehoord? Niet N-A-A-Z, maar Nas. Nee. Samen met de symfonisch orkest. Die met de symfonie laten overkomen, dat zou wel echt heel stoer zijn. Kan je best. Ik heb een beetje een nare nasmaak als het om symfonisch gaat. Nasmaak, ja. Want ik heb Edgar Walczyk gezien en ja, dan heb je gegeten en gedronken voor 10 jaar. Dus nee. Lovely. Vandaag is aangekondigd dat Kuitman samen met, ik denk het Metropool, ADE gaat openen. Wat een verrassing. Kuitman met de Metropool. Ja, sorry, maar dat is wel heel vet. Maar is Kuitman... Oh, die is er nog. Colin Benders gewoon, ja. Gewoon als Colin Benders samen met Metropool. Oké, nou grappig. Leuk. Maar zo'n ding inderdaad, dat mis je dan wel eigenlijk op zo'n Pinkpop. Nou ja, dat is ook, dat was ook niet alleen maar live met orkest. Dat was toch iets een keer met een orkest. Mook met orkest volgens mij ook. Ja. Ja. Ja, maar dat soort uitschieters hebben ze nu eigenlijk totaal niet. Een speciale show van Simon en Kepski was toen ook leuk. Oh ja, dat was gaaf. Met Velofsky en zo, dat was gaaf. Ja, dat was mooi. En met Benjamin Herman en zo. Ik mis wel Belgische ex. Iemand met Schakoum, dat kan ik me niet voorstellen. Maar zoals Warhouse bijvoorbeeld, weet je, waarom staat het er niet? En er zijn zoveel... Bruis. Ja, Bruis. En thank God dat Bruis weer terug is. Een dikke shout-out naar dat festival. Als goed gaan we daar een keer special over maken in Live in Limburg. Andere podcast hier. Super. Ik ben een dik fan van Bruis. Maar dan inderdaad in België heb je dan natuurlijk wat we al hebben, Oscar aan de Wolf. Dan heb je Tamino, wat al iets groter is, Warhouse. Faces on TV, wereldplaat. Ja. Fantastisch album. Je zei iemand de Killers, maar die heb ik ook te vaak gezien. Ja, ja, ik weet niet. Ja, Muse. Muse, ja, goed. Komen die, die hebben niks uit nu, toch? Ja, niet dus, echt heel recent meer. Nee. Dat is waar. Frans Verlinden dan? Drones was volgens mij het laatste wat ze hadden uitgebracht. Ja, even denken wat nog meer in België. Ja, kleine bandjes, dan krijg je zo'n Portland-achtige band die natuurlijk prima op stage 4 had kunnen staan. Ja. Ik bedoel, de Deus heeft volgens mij maar 2 keer een kans gehad waarvan ze er 1 verprutst hebben op Pinkpop. Maar dat zou weer mooi zijn als dat weer bij elkaar geveegd kan worden. Omdat dat is ook een leuke anekdote, toch? Daaraan. Moet je die goed in Deus in Maastricht? Dat moet je me even vertellen, Deus in Maastricht. Met Tom Bouwman, die ergens anders ging omkleden dan de rest van de band. Oh ja, in de kerk. Mogen we dat vertellen? Nou ja. Je gaat je bronnen toch niet prijsgeven? Ja, maar dat is volgens mij niet verteld, hè, Tim. Dat zei ze nee, volgens mij... volgens mij leg je zo meteen in de garage. Dus. Ik weet sowieso van niks, maar dat is altijd. Goed zo, hou zo. Dat is het allerbeste. Het regent. Ja, ik was ook aan het kijken. Iedereen die meekijkt, het landschap verandert een beetje achter Pinkpop ons. Weg. Maar even om terug te komen op dat bord dat daar staat. Pinkpop receptie. Betekent dat daar de ingang is? Of is er gewoon een feestje waarbij je niet zelf weet? Daar mag je de koude schotel afleveren voor Jan. Nee, iets verderop is het Roda Stadion. Dat ik dat uit mijn strot krijg, weet ik niet hoe. Maar dat ligt daar. En daar is eigenlijk de infra van Pinkpop grotendeels. Als het gaat over van tevoren leveringen en zaken. Oké. En accreditaties volgens mij zelfs ook. Dus je krijgt alles? Nee, je krijgt het gewoon mee. Vet. Ja, soms moet je dingen voor school ook. Dus ik denk dat dat de afslag is. Okay. Eigenlijk kan ook 1 afslag verder, zou nog makkelijker zijn, maar ik denk dat je dan opstopping krijgt. Dus ik denk dat ze gewoon via deze kant die kant op laten... Ik ga even kijken wat ik mis op Pinkpop op het moment. Want ik heb wel wat voorbereid. Ja. Yes. Yo, net zeker. Het kan ook wel. Jawel. Johnny Depp is echt goed op gitaar. Hij speelt ook met een bandje mee, kan ik me goed herinneren, toch? Hollywood Vampires. Ja. Zoiets was natuurlijk ook leuk geweest. Ja, gewoon op het IBA. Op het IBA, zoals ze leuk vinden, hebben ze tenminste een keer een goed programma. Nee, maar een keer rond een uur of 7, 8, zo'n bandje. Was natuurlijk wel tof geweest. Prima, maar ik denk dat inderdaad de echte uitschutters missen misschien wel zelfs. Ja. Drake. Ja, maar... Super Organism. Dan is sowieso... Editors, nieuwe plaat. Fantastisch nieuw album. Hallo, Editors staan er gewoon, hè? Ja, dat zeg ik. Ik ben blij dat ze er zijn. Die Unknown Mortal Orchestra, die ook een geweldige nieuwe plaat. MGMT, ook een nieuwe plaat. Corny Barnett, fantastisch album. Corny Brugge, Car Seat Headrest. Oké, maar het is allemaal wat underground waarschijnlijk. Ga je nu hier de playlist op? Nee, The Weeknd. Als ik mijn playlist ga opnoemen, wat een ander Blossoms. Fantastische Britpop band. Florence and the Machine.
Florence and the Machine, nieuw album inderdaad. Dat ja. Was oeh, dat was nou maar ja, oké, okay. The list goes on and on. En daarvoor hebben we volgend jaar een vierde dag nodig. Wel. En ook een extra aflevering van de podcast, denk ik. Voor volgend jaar of voor nu? Podcast, dat zou ook leuk zijn. Voor de podcast. Goeie naam, jongen. Ja, goede namen. Maar als ik dan nog een balletje mag opgooien. DanceX. Voorzichtig. DanceX. Waarom staat Armin van Buuren er niet? Vorig jaar Martin Garrix was een succes, hè? Daarom, dus waarom is daar geen vervolg aangegeven met zo'n grote naam? Davichi kon niet. Is wel geweest, was ook niet zo'n succes. Nee, toen niet. Dat is gecanceld. Ik snap ook niet waarom. Wie? Avicii. Want wat zei je nou? Maakt het niet dat hij gecanceld is. Ja, gecanceld, ja. Volgens mij kan iedereen die USB-stuk aanzetten. Maar nee, ja, goed, ik weet het niet. Ik zit niet zo in de dance. Ja. Tim, jij bent DJ. Ja, ik ben een enorme dance fan. Nou, ik zie Oliver Heldens en Alan Walker bijvoorbeeld wel erop staan. Maar echt grote namen die zo'n stage nog zou kunnen afsluiten als extra afterparty. Aoki, hoe heet die gast? Steve Aoki. Ja, dat was maar die staat wel weer op Neverland. Ja. Dat is hun groot publiekstrekker. Leuk voor Okinoki. Hij smijt wel leuk met de vlaaien en de taart en zo. Nou. Daar is hij bekend om. Als ik kom je halen. Dat is al de tweede keer. Vanmiddag ook al toen ik ging sporten. Zonder rider hebben we ook 50 flessen Aoki. Ja, bijna. Don Diablo staat er. Don Diablo staat op zondagmiddag. Om 6:15. En zie je die dan afsluiten of zo? Nee, ja. Dus dan staat hij dus op een goede plek. Ik ben blij dat ik daar geen recensie over hoef te schrijven. Nee, jij wil er eentje over maan schrijven, zeker? Ik vind wel dat als je een dance act programmeert, zeker op Pinkpop, dat het zo mainstream is, moet het gewoon echt iets toevoegen. Kijk, Martin Garrix is de beste DJ van de wereld. En die trekt ook heel veel fans. En dat was ook gewoon een hele goede show vorig jaar. En vroeger, een paar jaar geleden, 10 jaar geleden, hebben ze een keer Chesto gehad. Dat was toen ook groot. Dus zou je misschien Armin van Buuren een keer kunnen doen. Ja. Nou, prima. Ja, we hadden vorig jaar ook die ene. Helemaal mee eens. Was dat ook weer op de main stage? Nee, dat was ja daarvoor. Kaigo. Kaigo. Kaigo, ja. Met die liftmuziek. Dat was allemaal liftmuziek. Ja, allemaal liftmuziek. Muzak. Dat je in een lift staat, maar je hoeft eigenlijk niet omhoog en omlaag. Dat heb je volgens mij ook geschreven toen. Ja. Toen ben je niet die brandbier-ding opgelopen. Die dan niet omhoog en omlaag. Ik stond daarvoor, stond ik. Hij is dan niet meer dit jaar de krat. Nee? Ik hoop trouwens, ik zie hier... is wel iconisch. Ik zie op zondag die overslept. Ik hoop wel dat ze op tijd komen. Qua voor 4, moet kunnen. Ja. Maar dat is een kutband. Die heb ik dus voor het eerst gezien op de persconferentie van Pinkpop. Die vind ik. Ja, kom, drank, mensen. Anders moet je niks zeggen. Hè? Nee, dat is wel. Dat is het eens. Maar waarom vind je ze zo slecht? Oh man. Kijk. Hij wordt er ook niet jonger op. Nee. Maar dat is wel een hele goede. Nee, vond ik echt. Ik zou het echt aanraden om zaterdagmiddag om 5:30 even jonger te gaan kijken. Hebben we überhaupt nog kijkers en hebben we nog vragen? Het is een podcast, het zijn luisteraars. Of luisteraars. Ja. En toevallig livestreamen we het. En, dat is en die livestreamers, hebben die ook vragen of niet? We of kunnen is nog alleen kijken. Maar gewoon lui achterover naar ons te kijken. Wat ook Nina, leuk is, kan me goed voorstellen. Nina, achterover te kijken? Nina, Deadly zeg Guns. Deadly Guns. Dat noemt zij. Ja. Ja, Nina. Oh. Nina, we zijn van Siren, een reunie van Siren. Lijkt me ook leuk. Siren. Siren. Harry, lieve Siren. Nee, maar die kleine bandjes. De Theo Lawrence. Fuck, man, wat is het? Gangs of Youth. Younger. Slydix. Slydix. En The Academy. Awards. Toch? Als ik het goed noem. Ik zou afronden. Ja, volgens mij gaat het niet mee te wonen. Wat zei je? Ik heb echt iets gemist. Dit is echt de langste podcast ooit. Nee hoor, er zijn nog veel langere podcasts. Die kan nog veel langer. Okay. Ja. Nee, goed. Dan, is dat bier of water? Dat is niks meer, hè? Als we nou in de IKEA hadden gestaan, was het een podcast. Dat is een hele goeie. Ja. Oh, die is mooi, ja. Dat het hier wel uitziet als... Ja, we staan echt in een hele lege ruimte. Maar dat... Kun je die camera niet even laten zien? Ja, dat kan. Ik bedoel, kun je de ruimte niet even laten zien aan de camera? Ja. Kun je de mensen de camera... Ja. Let op, iedereen, mensen die meekijken. Holy shit, man. Ja. Dat is mijn nieuwe appartement, dat heb ik gisteren gekocht. Ah, het is groot genoeg voor je ego. Dat komt wel goed. Lekker tegenover het loon. Ja, het verzakt hier gelukkig ook niet. Warface en DG hebben getekend bij MOH. Ja, MOH, Faces on TV. Gaan we nog steeds over Deadly Guns? Nee, ik weet niet. Faces on TV. Siren. Ja. Oh man. Hey, maar nee, inderdaad, als we dan toch willen afronden, als dat zo is. Ja, ik kan nog een uur blijven praten. Als jij dat wil. Nee, ik kan nog een uur blijven praten. Door, hè? Dat heb je niet door. Dat snap ik. Gooi er een beetje in en het loopt. Ja, dat
was al misselijk. Nee, het is al de tijd nu voor bier of iets te drinken. Ja, ja, maar ja, het water is op. Ik hoor Fred Spel wel roepen. De eerste die ja. ons hier op bier op 4 hoog zitten we. Ja. Nee, maar dan nog wel, gewoon om in ieder geval af te sluiten. Ja. Toekomst van het festival. Ja, heel goed. Is er een toekomst voor dit festival? Ja, zeker wel. Kom op. Ja. Maar het zal wel, als Jan inderdaad vertrekt, dan zal het wel heel anders uit gaan zien. En dan moeten we... Daar gaan we ook weer over zeuren. Dat is een festival waar altijd over gezeurd wordt. Dat is het leukste. Dus het is een zeurfestival. Ja. Ja. Voor, tijdens en na. Ja. Ja. Maar we begonnen met tot 3 voor 12 zo zeurig was. Ja, nou, dat bedoel ik. Ja. Oké. Okay. Ze hebben gewoon die trend ingezet. Ja, ja. Lijkt me stug... Tot kunst verheven. Tot kunst verheven. Ja, dat is wel echt zo. Met 2 en 3 op de 10. Ja, maar ook gewoon dom. Gewoon echt heel dom. Maar ja, dat kan nog wel. Maar ja, goed. Maar ik denk dat de toekomst, zolang Jan er nog is, is de toekomst van Pinkpop zit hij als gebeiteld. Ja. Maar ik denk uiteindelijk, niet dat het gaat verdwijnen, maar ik ben wel heel erg benieuwd wat daarna gaat gebeuren. Ja. Omdat ik niet durf hardop te zeggen dat ze nog in Limburg gaan blijven. Omdat het op die manier gaat doorgaan zoals het nu is. Aan de andere kant, Jan wordt al, hij wordt 74 of zo. Ja. Microfoon graag. Ja. Maar hij wordt al jaren gevraagd van, joh, wanneer stop je ermee? Dus ja, het stopt gewoon niet. Dus het kan ook heel goed zijn dat hij de 60 jaar volmaakt. Denk ik niet, maar het zou kunnen, weet je. Dus misschien hebben we nog 10 jaar echt zo'n typisch Jan-festival. You never know. Veel respect voor. Maar is het ook de bedoeling om het gewoon te veranderen op een gegeven moment? Ik bedoel, het is op een gegeven moment ook tussen aanstekens goed geweest natuurlijk. Het is al veranderd. In deze setting. De afgelopen jaren hebben we natuurlijk een hele verandering gezien als het gaat over jong-jong. Het moest allemaal jonge publiek aantrekken. Terwijl het oudere publiek natuurlijk meer geld achterlaat. Zo simpel is het natuurlijk ook. Hè. Dus alleen die ticket van 180 euro of 200 euro is niet het enige wat achtergebleven moet laten. Want anders heb je geen volgend jaar meer. Dus ja, je moet daar natuurlijk ook geld uitmaken. Ze gaat toch mee? Ze gaat toch mee met de dingen? Ik bedoel, ik kan me herinneren dat er... Dat je die podia had en dat er 3 frietkramen en een pizzakraam was. En ze hebben toch ook wel op een gegeven moment daar wat commentaar op gehad. En zijn ze daarin gaan differentiëren. Wat meer, die Kalmaanlaan is daar een voorbeeld van. Die is er nu hoeveel jaar? Nog niet zo heel erg lang. Die Stage 4 is er nog niet heel erg lang. Ja. Waardoor de programmering wat breder is geworden. Waardoor ze juist wel weer dat talent ook een ruimte geven. Ja, die zijn best wel positieve ontwikkelingen. Ja. Dus ik maak me niet zo'n zorgen eerlijk gezegd. En we maken alleen ons wel een beetje zorgen om Jan en we hopen dat Jan ook snel weer helemaal beter wordt. Ja, dat hopen we allemaal natuurlijk. Ja, zullen we op die noot... De vraag is iemand aan de programmering in de tent op Camping B. Ja, Oktoberfest op zondag. Nee, Jans Feestcafé. Jans Feestcafé. Ja, 3 verschillende avonden als het goed is. Hossa! Hossa! Doe me nog een keer een pleitje. Lampenkap. Doe me nog een keer. Maar dat... Nee, het is misschien wel een toegevoegde waarde voor Camping B. Wat natuurlijk altijd een hele luidruchtige camping is geweest. Dat gaat niet veranderen. Nee, met deze insteek sowieso niet. Hoeft ook niet. Ik bedoel, iedereen die wilt slapen gaat maar lekker naar D toe volgens mij. Thuis. Of naar huis, zoals mij. Ik ging altijd naar huis, iedere keer. Het ging prima. Voor mij, ik zou het voor de toekomst van Pinkpop wel heel tof vinden als het in ieder geval in Limburg zou kunnen blijven. Ja. Op een of andere manier. Cool. Het hoeft niet per se op dat terrein te zijn of een vernieuwd terrein. Ja, nou ja, als je dit gewoon plat gooit, heb je hier ook heel veel ruimte. Ja. Ja. Deze zaal kan het ook. Ja, indoor. Kun je toch 4 steetjes... Dat is geweest. Pinkpop indoor? Ja, zeker. Oh, dat heb ik dan... Wanneer dat dan? Nee, we hebben dat ook jou niet verteld toen. Nee, natuurlijk niet. Regende, het is het enige moment voor jou af te komen toen. Regende, zeg. Hebben ze het allemaal naar de stip in Illustrator verplaatst? Dat was een drukke boel, hoor. Oké, sorry. Ja. Oké, okay, Rico, ik weet niet wat je bedoelt met Baba, maar volgens mij vindt hij onze comments geweldig. Nee, ja. Nee? Dit vraagt om nog een keer te doen, toch? Of wel, hè? Nou. met bier bij de bel dan. Ja, met bier. Dan. Sorry, maar dan wordt het nog een veel langere podcast. Dan wordt het heel serieus. Dan wordt het pas goed. Ik heb toch altijd al. Ja. Hey, op die noot gaan we gewoon afsluiten. Okay. Siren, 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 siren. De happening, de ontdekking van 1992 volgens mij. Nee. Ik heb geen idee. Nee, voor zieke band trouwens. Even niet dat ik nou zeker heb met... Met Nina. De meest gevaarlijke vrouw van Maastricht. En de enige kijker van onze en luisteraar van onze podcast. Nee. En vragensteller.
Ja, ze stellen wel heel veel vragen. Maar er zijn nog wel meer, meer mensen stellen vragen, hoor. Ja, dan kom nog even. Maar voor de, ja? Waarom wil je dan de hele tijd afsluiten? Er zijn nog mensen die vragen stellen. Kan dat? Oh, dat kan ik gewoon voelen aan alles dat het is afgerond. Ja, volgens mij al een uur geleden al. Een uur geleden ook al, maar maakt niet uit. Hoogtepunt heen, heb ik het gevoel ook. We zijn net zoals Voetbal Inside. Dat is een half uur te lang, maar wel lekker scherp. Dit is vet, hè? Heb je een vraag voor ons? De programmering op de camping. Is er een programmering op de camping? Nee, toch? Nee, er is geen programmering. Nee, toch? Nee, er is niks. Nee, alleen die feestcafé. Nee. Ja, dat is in ieder geval hetgeen wat ik ook al opgeschreven. Ja. Ik heb gebroeders Kokom, heb ik gehoord. Nee. Nee, gewoon niet. Met een toeter en zooi. Gewoon, ja, laat thuis. Laat thuis? Laat ze maar thuis. Vraag binnen. Ja. Oh ja, dat is niet okay. Was dat dan? Krav Maga, hoor ik hier regel voor. Dat is vechtsport. Dat doet Nina. Ja. Oh, oké. Okay. Nou, zijn niet bang voor je, Nina? Nee, maar dit, ja, dit moet er gewoon allemaal uitgeknipt worden en dit is wel goed geweest. Ja, dat is een mooie uitknip. Voor mij kun je het niet uitknippen. Nee, maar er komt nog een... Er komt een podcastversie van. Dat en die, is heel belangrijk, zeg ik nu. Ja, dat kan, maar dat kunnen we ook doen als gewoon de microfoons uitstaan. Nou, Schrik, bedankt. Ja, nee, ja, jullie bedankt. Bedankt mochten zijn. En ja. Jij bedankt dat we hier mochten zijn in het Brightland. Ja, jij kunt het uitspreken. Nee, Bright... Niet dat ik het gehoord. Brightland! Siren. Siren! Maar wat wordt je volgende podcast? Die ga ik opnemen komende week met Mirjam Siebe van de Dirty Demons. Oh, leuk. Demons? Ja. Demons? 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 Demons. Ja. Dat zeg ik ook altijd fout. Hey, dat is niet erg. Hey, ik heb ooit een keer zijn coverband genoemd, dus dat wordt helemaal grappig. Ja, dat is toch ook een beetje. Ja, toen wel, dacht ik. Maar dus niet. Maar dat is de volgende keer. Wat leuk. Kunnen we misschien samen doorgaan? Ja, hun gaan gewoon beachsuipen en dan gaan wij gewoon iets serieus nooit op. Nee, maar inderdaad, ja, wel dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren. Ik heb het nuchter gedaan. Ja. Dat sowieso. Ja, echt waar. We zijn niet zoals met Nerds om tafel, die ook allemaal spaarrood hebben. Dat hebben wij niet gehad. Ga dan! Jawel, we hebben wel spaarrood gehad. Ja, maar bij spaarrood, met Nerds om tafel, is iets anders dan spaarrood. Goed. Maar wij sluiten gewoon deze podcast af. Laten we kijken, iedereen die anekdotes heeft. Ja, maar dat doen we gewoon buiten de uitzending. Ja. Dan ga ik even het Horst Wessely draaien. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende keer. Iedereen die geluisterd heeft, nou, dankjewel. Iedereen die comments heeft achtergelaten, super tof. We gaan eruit met Epica. Siren! Nee, we draaien maar geen muziek. Siren! Ja, ik druk gewoon op stop. En iedereen die een comment wil achterlaten, graag in iTunes met een 5-star rating. Ja, dit gaat gewoon te ver. Tot ziens.